Ik moet zeggen, we hebben een gemmer-shotje gehad, ik zit nu ook nog aan een koffie. Ik ben helemaal high. Uh, <laughs> maar het is ook gewoon omdat ik het heel leuk vind om jou, uh, nou misschien wel eindelijk te spreken Jeroen, want uh, jouw naam viel al vrij snel toen ik uh, met Koekeroe begon. Kunnen wij, om even gewoon rustig te beginnen, even beginnen met een be mind ademhaling? Ja, zeker. Neem, neem ons erin mee. Dan mag je, en dat is dan misschien even, even uh, passen en meten. Ietsje ja. voor op je stoel gaan zitten. Ja. Dan mag je je voeten wat uh, naar binnen schuiven. Ja. Dan leg je je handen, de handpalmen uh, op je bovenbenen lekker ontspannen. Dus dan ja. voel je ook dat je schouders ontspannen. En dan mag je je armen naar achter bewegen. Dus dan krijg je licht rek op je borst. Ja. Hoofd wat naar achteren. En dan weer naar voren. Dus je cirkelt eigenlijk je armen naar voren. En dan weer naar achter, dus je krijgt een holle rug. Ja. Je neemt je nek zachtjes mee, niet te veel. En als je naar voren komt, dan kantel je je bekken. Ja. En je trekt je kin in, dus je maakt Ik dat vind het een... altijd zo moeilijk wat nou mijn bekken en mijn heupen zijn. Uh, ja, dat is een interessante vraag. Ja. In principe zit je wel in hetzelfde gebied. Ja, dat weet ik, maar ik moet... Ik, het ene is flexibeler dan het andere, dus voor ik het weet... Doe ik mijn, nou, nou, het kan eigenlijk niet misgaan, als niet je, mis je, als okay, je, dat je gewoon uh, 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 voorstelt dat, dat je uh, thee wil schenken achter je Oké, dit zijn aanwijzingen, love <laughs> it, ja. En een bananenrugzak altijd, dus gewoon als je ja. eigenlijk een, de kromming beneden maakt en de kromming boven maakt, dan hoef je er eigenlijk al niet meer over na te denken. En dan span je licht je pyreneum yeah. aan. nou. Uh, als ik jouw boeken daar in de kast zie, dan denk ik dat je wel weet wat dat is. Maar anders is het gewoon je, je platspieren. Het dus ja, ja. Pyreneeum zit echt tussen je scrotum en ja. je anus. Ja. Dus dat je kan je, de tantra zien uh, daar heel veel mee. Maar dat is ook een heel belangrijk punt voor energie. Dus als je die lichtjes aanspant. Uh, bij heel veel mensen staat veel spanning ja. op je bekkengebied. Ja. Dus het zachtjes aanspannen ja. zorgt dat je. Ja. Ik niet heb dat dus dat je zelfs. Dat je, maar dat heb je dan dus niet door. Dus dan, als ik daar me bewust van ben en ik ga het meer ontspannen, pas dan kom ik erachter dat ik het eigenlijk altijd gespannen heb. Dus uh, het lichaam, dat is het mooie van het lichaam, hè? het beweegt eigenlijk altijd mee in de situatie waar je zit ja. en op een gegeven moment merk je het niet meer op. Nee, ik heb, dan is dat het nieuwe normaal ja, en ja precies. Ik heb jarenlang in mijn uh, trainingen het voorbeeld gebruikt van de kikker in het warme water. En op een gegeven moment las ik, ja dat is een fabeltje, dat is helemaal niet waar. He, dat, is een kikker, ja, dat de kikker niet door heeft dat het water nee, en Dat je hem doodkoopt. maar ja. het is dus echt zo. Ja. Dus, dus uh, op een gegeven moment werd ik die gediep bang dacht ik, ja een Maar het, hetzelfde geldt voor mensen. Als jij onder 38 graden uh, douche staat, dan is dat gewoon lekker. Ja. Maar sta je dan een kwartier onder, dan denk je, ik wil eigenlijk wel naar 39 graden. En dan sta je daar weer een kwartier onder. Ja. Even, als ik hier aan het milieu denk, dan denk je... Ah, 40 vind ik eigenlijk ook wel lekker. En dan trek je hem op een gegeven moment door naar 43 graden. Ja. Uh, 45 zou zelfs kunnen, want daar zit de pijngrens. Ja. Maar ik ken mensen die met 44 graden gewoon onder de douche ja. staan. Dus je lichaam went eigenlijk aan iedere en situatie. En als je dit even voor je ziet, om gelijk maar toch even een doemscenario... of nou, doem, gewoon een heftig scenario... Met, met de prikkels die wij krijgen... hoe dat steeds meer wordt... En dat het nieuwe normaal wordt. Maar goed, sorry, we zitten midden in een ontspannen ademhaling. Of, nou ja, of waren we klaar? <laughs> wat jij wil, want dit, dit zijn wel de topics. Ja, dit zijn de topics. Waar, ja, okay. Waar, waar, okay. Waar, we maken hem dadelijk wel af. We maken hem dadelijk af. Um, want dit is wel wat, en dit is eigenlijk ook wel griezelig om te zien. En, en uh, um, Ik heb een, een, een dochter van, van vier, maar ik heb ook twee zonen van 16 en 17. Ja. En dan neem ik ze mee van, jongens, jullie we hebben echt wel heel veel prikkels. En mijn zoon van 17, slimme gast, uh, die zei laatst van, pap, ik slaap eigenlijk niet meer zo goed. Maar mm. ja, die zitten alleen maar op die schermpjes ja. met, met die, met die ja. OLED-verlichting. Ja. Uh, dat is ja. eigenlijk knipperend licht voor je limbische brein. Ja. Dus als jij uh, tien uur per dag op zo'n schermpje zit, en dat is een beetje de gemiddelde tijd waar, waar de, de, de puber nu gewoon tien uur per dag... Zeker wel, ja. Dus dat is, um, ja, als je dat terug... terug uh, vertaald en ben je gewoon maanden van je leven in een jaar ben je alleen maar met technische of met, met een schermpje bezig en dan heb je 24 7 dan heb je alle prikkels en vroeger ik geef wel eens het voorbeeld van zeg eens ah nou ben ik ik ben wel ouder ja. dus, ah, dat <laughs> De jonge generatie zegt bah, bah. met assistenten voor dokter voor de bloem nou, ja. <laughs> <laughs> maar als je dat nu kijkt je kan op youtube kan je het opzoeken mm -hmm. daar kom je niet meer doorheen zo traag. Zo traag. Ja, ja, ja. Dus we, we, de wereld is eigenlijk zo snel ja. geworden. dat je. Uh, waar ik vroeger in mijn, in mijn werk de 40ers kreeg met een uh, hyperventilatie, burn-out klachten, waren op een gegeven moment de, de Millennials. Toen de 20ers. En nu zijn het de ouders die zeggen: mijn, mijn, mijn zoon of dochter van 11 jaar. Zit met stress, met hyperventilatie, ja. kan, je, kan je iets voor ons doen? Ik vind het even leuk dat je zo'n oud programma erbij houdt. Want weet je wat er letterlijk nu gebeurt met, met nou ja, ook edits als, als, als deze podcast. ja, nee, deze podcast is gewoon real, zoals hij is. Maar dan worden letterlijk stukjes ademhaling ertussenuit geknipt. <laughs> wat, ik, wat ik een mooie vind, omdat jij het hebt over hyperventilatie en hoe je daar ook de rust bij vindt. Maar gewoon omdat het anders niet snel genoeg gaat. gewoon tjik 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 dadig, Gewoon crazy. De jeugd kijkt films soms niet eens meer af. Hè? Ja. Die scrollen gewoon, waar, waar gebeurt het? Maar ik vraag dit voor een vriend. Nee, ik vraag dit voor mezelf natuurlijk. Uh, hoe ga jij hier om met je dochter van vier? Want die komt al in een fase. Dat merk ik nu al aan Jozefine. Nou, dit is natuurlijk nog helemaal geen schermtijd. Maar ergens als die tv aanstaat. Shit man, ik, ja. word, dat ik word helemaal gek. De aantrekkingskracht van dat ding. Hoe, uh, hoe doe jij dat? Wij zijn daar heel bewust mee bezig, ik, ik, uh, dat uh, mijn dochter Liv mag uh, uh, max een uur per dag uh, ja, ja. schermtijd, dus dat ja. hanteren we ook, ik heb ooit gelezen dat dan de creativiteit gestimuleerd blijft, ja. dus dat hanteren we eigenlijk ook heel strak, en dus ja. na, na de, naast dat uur is er geen, geen schermtijd. Maar ja, dat heb ik eigenlijk ook bij mijn zonen gedaan. Nee, ook, ja. Die hebben tot, ja. tot een twaalfde of zo, ja. tot een elfde. En toen kwam corona en toen was eigenlijk alle ramen los. Ja. En, nu, en nu zie ik dat het uh, ja. alhoewel, de basis zit er. Want mijn zoon heeft bijvoorbeeld TikTok uh, een tijd afgegooid. Ja, want hij zei: dan bescherm ik mezelf. Dus ja. er zit dan toch een soort van ja. bewustzijn. Dus ik hoop dat dat de basis. Dat, ja. Tegelijkertijd <laughs> moet je het zelf doen en moeten zij het zelf doen. Ook omdat. Nou ja, ik kreeg toen jij zei een uur schermtijd. Dacht ik wel, doet mij denken aan hoe ik vroeger alleen met kerst Coca-Cola kreeg. Nou, het eerste wat ik deed toen ik uh, 17 uh, was en op mezelf ging wonen. was gewoon liters Coca-Cola kopen. <laughs> omdat, ja, nu mag het even. Dus dat is natuurlijk de kans. Nou ja, liefst had dat voor die tijd ook wel een keer doen. Maar dat je juist denkt, ja, nu mag het. Maar goed, daar moeten we allemaal zelf achter komen. We gaan gelijk goed, uh, Jerome. Uh, uh, nogmaals, wat jij. Uh, nou ja, doet voor de wereld. Laat ik het even heel groots maken. Vind ik echt top. Be Mind is jouw eigen merk, om het zo maar te zeggen. Even kijken. Beautiful, balanced uh, en eigenlijk ook de B van Body. Ja. En dit is wel gelijk waar we het nu al over hebben. Wat voor mij ook nou ja, de ingang is geweest voor koekoeroe. Namelijk, oh, ik voel mijn lijf niet zo goed. Dat had jij ook. Maar dan een hele pijnlijke versie daarvan. Toen je 20 jaar was, hoe oud ben je nu eigenlijk? 52. 52, goh, meer dan 30 jaar geleden dus. En jij je rug brak. Uh, en wat voor een persoon was je Jeroen daarvoor? Voordat we even naar dit momentum gaan. Oh, grappig dat je dat vraagt: uh, vlieren of fluitig? Zorgeloos. Ja. Lekker. Oké. Okay. En helemaal niet bezig, nou ja, dat heeft ook met de leeftijd te maken misschien, maar helemaal niet bezig met. Gezondheid, zelfontwikkeling, spiritualiteit allemaal niet. Nee, ik, nee. ik was wel heel erg uh, graag in de natuur. Ja, okay. dus, uh, en ik kon gewoon uren in een boom zitten. Gewoon heel, uh, vrienden vonden me altijd traag. Hm. Dus dat ik, uh, ik, volgens mij sprak ik zelfs wat trager. Dus ik had geen moeite met. Uh, alhoewel ik de snelheid ook opzocht, ik, ik, was altijd, uh, ik rende overal naartoe, maar ik kon heel makkelijk stilstaan. Ja. En, en heel makkelijk. De switchen en de dynamiek. Ja. En, en, oké. Okay. Uh, ja, laten we toch nog even. Ik weet even niet hoe je je rug gebroken hebt eigenlijk. Ik heb het al gewoon overal wel gelezen. Maar ik weet even niet meer hoe het gegaan is. We waren een stoei op de middelbare school. En uh, een raam stond open. En ik uh, flikkerde uit het raam. Tering, zo. Ja. Oké. Okay. Zo. Oké. Okay. En toen. Lach je daar? En ik, ik, ja, ik vind het een heftige tijd. Uh, ja, vind ik. Dat is voor jou natuurlijk een heftige tijd geweest, omdat jij super geconfronteerd werd met je moeder eigenlijk. Wat, wat, wat uh, staat jij er nog van bij? Het is lang geleden, maar het heeft je uiteindelijk, zoals wel vaker natuurlijk het geval is, heel veel gebracht. Ik weet niet of je kan zeggen, ben je dankbaar voor de, dat je uit het raam viel? Ja, uite ja uiteindelijk, uiteindelijk wel. wel. Ik heb alle ja. boosheid die daar okay. uh, zit, die heb ik echt uh, achter me gelaten. maar ja. verdriet nog niet. Oké. Okay. En waar zit hem het verdriet in dan? Daar ben ik... Uh, krijg ik krijg nog de rest van mijn leven omdat nog... Uh, uh, de antwoord moet ik, moet ik je schuldig blijven. Maar ik, als, ik, als ik erover vertel, dan... Voel ik, eigenlijk ook nu, als ik het nu zou vertellen, ja, ja, ja. ik voel de emotie. Uh, ik heb jarenlang gehad en ik heb het eigenlijk nu de lente komt. Het is een beetje deze tijd dat het gebeurde. Het was net voor Koning, Koningsdag. Ja, toen nog. Dus het is ergens in, uh, tussen de 20 en 30 uh, uh, maart gebeurde ja. dat. Uh, en ik heb de hele lente gemist. Ja. En uh, nou, ik lag niet op een hele veilige, uh, warme, leuke plek 100 dagen. Uh, en ik ken mensen die eenzelfde proces hebben gehad, maar als je in veiligheid ligt, uh, gesteund, gesupport, dan is dat een hele andere beleving. En dan is dat nog steeds intens. Hè, want je, je bent niet mobiel, maar dan is dat allemaal. Ja. En, en dat maakte het. Uh, dus ik heb daar boosheid ontwikkeld ja. op mijn moeder. 100 harde dagen waren ja. Het echt. Ja. ja, boosheid op je moeder? Ja, omdat zij dat toen niet voor mij was en eigenlijk het voor mij zelfs onveilig maakte door. Uh, ja, zij vond het. Ik kon dat toen niet zien. Ik kan. Ik kan het nu zien ja. dat zij. Echt, Want zij kwam wel. Zij kwam wel. Precies dat. En zij, mijn stiefvader wilde het niet. Dus die zei: die gast komt hier niet in. En mijn moeder heeft gezegd dat zo ver en niet ver. En ze was net getrouwd. Dus zij wilde haar nieuwe huwelijk niet, niet op de spits drijven. Nee. Maar dan krijg je de, de, de moeder die er toch voor uh, haar zoon wil zijn. Maar ja, zij had ook het gevoel van, mag ik alsjeblieft opnieuw gaan leven? Want ze had Oké, okay, wat... dus oké, okay, dit is een, een stukje achtergrond. Dus zij was net bezig met die nieuwe relatie die jou niet moest hebben. Uh, jij was ook een beetje in die, die leeftijd natuurlijk. Die mogelijkheid al aan het denken was over uit huis gaan. Of was je al uit huis? Nee, dat was het totaal nog ik was niet. Totaal mee bezig. niet meer bezig. Nee, dat was een vliegervliegen. Oké. Okay. <laughs> uh, en zij kwam dus. Ik probeer een beetje een beeld te krijgen. Elke dag, een beetje, God, moet ik hier weer zijn. Is eigenlijk wel grappig dat ik dit nou zeg, ja. Want ik realiseer me, ik ben op mijn zeventiende uh, ben ik door mijn stiefvader uit huis gezet. Oh. Uh, dus ik woonde al drie jaar op mezelf. Uh, dus ik kwam eigenlijk in een situatie dat ik vanuit die vrijheid weer volledig afhankelijk was. Dus ik, het is grappig dat ik een soort ja. van mechanisme in mijn opstaat was. Er was eigenlijk niks aan de hand, nee. maar er was heel veel aan de hand. Oké, okay. ja. je was vroeg, oké. Okay. En, 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 en... Maar dan komt daar het verdriet dus ook een beetje van, van, van hoe je moeder reageerde. Of gewoon dat je honderd dagen verland was. Wat... wat uh... Ja, ik denk eigenlijk dat ik op dat moment niet, niet de, de, de warme bedding heb gehad... Ja. die ik uh, mezelf, die ik mijn, mijn familie zou geven, die ik mijn kinderen zou geven... dat je het alleen hebt moeten doen. Eigenlijk dat je die worsteling, uh, dat je eigenlijk... Uh, want ik zat toen op een gegeven moment in een zware depressie. In, dat, uh, dus als ik in had, die honderd dagen? In die honderd dagen, ja, ja, ja. als ik de stekker eruit had kunnen trekken, had ik het gedaan. Ja. Um, dat je dat... Kijk, dat is de, de, uh, de keerzijde, is dat ik daar heel veel kracht uit heb gehaald. En net, net wat je zeg, zegt, hè? Dus het, uiteindelijk heeft me dat gemobiliseerd met waar ik nu ben ja. en waar ik naartoe wil. Ja. Uh, maar, maar dat dat dan zo'n harde weg is geweest, die vind ik nog wel lastig. En heb je daar nog wel. Met al het licht wat je daarna in je leven hebt toegelaten. En de kracht waar we het er zeker over gaan hebben. Want je hebt echt. Ik vind het fascinerend hoe jij alles hebt opgeslurpt. En doet me heel erg denken aan wat Koekeroe ook is. Nou, als ik zie wat jij allemaal voor certificaten en cursussen hebt gedaan. En, en nou, 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 dan heb je dat dus je eigen uh, nou ja, ademhaling instituut uitgedestilleerd. Fantastisch. Maar ergens in dat verhaal kan ik me voorstellen dat je toch ook hierover met je moeder nog hebt gecommuniceerd. Of hoe? hebben geprobeerd. Okay. Uh, in eerste instantie wilde mijn moeder dat, maar toen zal ik, toen zat, ik heb vier jaar revalidatie gedaan voor mijn rug en toen was ik daar helemaal niet mee bezig. Toen nee. dacht ik, ik wil even hier helemaal niks mee te maken hebben. En dan, ja, dus de pijn overheerst en dan eigenlijk ook de boosheid en daardoor en dat heb ik pas heel laat uh, gezien. Ik heb eigenlijk door familieopstellingen systemisch werken, ja. heb ik eigenlijk het laatste stukje uh, los kunnen laten en toen kon ik mijn moeder pas weer zien. Ja. Toen je er echt achter kwam, hé, hey, zij heeft gewoon gedaan wat ze kon. Zij heeft gedaan wat ze kon. In ja. plaats van me, het me heel lastig gemaakt ja. en mijn pijn gedaan. Maar leeft ze niet meer? Nee, dus, oh. uh, Maar ik heb de laatste twee jaar wij een liefde... Uh, ja, we was, hadden we het heel fijn. Ja. Alleen we moesten het er niet over nee, hebben. Nee, ik kan het zeggen, het is niet besproken. <laughs> ja. hmm, heftig man. En ik vind het, maar ik vind het ook wel mooi. Uh, misschien dat vind ik een soort les voor mezelf. Dat jij nog steeds ook wel nou ja, het pijnlijke daarvan inziet. En, en, en nou, gewoon eerlijk zegt, hey, dat verdriet, dat is eigenlijk mijn, mijn reis nog steeds. En dat vind ik wel echt mooi. Want je kan ook alleen maar denken, oké, okay, dat heeft me niet goed gebracht. En bam, uh, hè, daar ben ik nu mee bezig. Maar ik merk aan jou en hoe je dit vertelt ook van, hé, hey, dit, dit behandel je wel met zorg. En dat hoeft ook helemaal nooit... Iets hoeft niet opgelost te worden. Uh, het was gewoon een hele heftige tijd dus. Ik heb ook... Uh, en dat, dat is best interessant. Ik heb een tijd terug tegen een van mijn trainers... was ik mijn, uh, mijn, mijn jeugd aan het vertellen. Uh -huh. En uh, toen kwam ik niet meer uit mijn woorden. Dus ik heb heel lang... Eigenlijk is die, die situatie zo intens. En dan uh, ga je je, je je jeugd eigenlijk heel negatief kleuren... En uh, nu ik ook liefdevol naar mijn ouders kan kijken... En dan, is, hè, dan heb je de fontein, yeah. dan gaat het stromen. En dan denk ik, ik heb echt heel mooie dingen. Ja, oh, ja, ja. En, en dan heb ik best een lastige jeugd gehad. Ik denk dat ze me best gechallenged hebben. Maar ik kon in één keer wel hele mooie dingen zien. Ik denk, en daar heb ik gewoon dertig jaar lang niet meer aan gedacht. Ja. Maar even als ik gewoon je eigen heel methode erbij haal. Herken. Zeker. Erken, ja. Ervaar. Nou ja. Maar. Ja, wil je. Want het laatste L, sorry, laat ik heel afmaken. Laat los. Of is het dan eigenlijk. Of wil je het niet loslaten? Of hoeft. Hoe, hoe, als je je eigen methode hier opplakt. Nee, dan vind ik. Dat laatste loslaten vind ik nog wel een mooie stap. Ja. Dat nou je ja, de vraag hebt... is of je het moet willen. Hè? Want, want loslaten. Maar goed, dat zeg je ook wel. Dat is niet per definitie van. Of je het zomaar zou vergeten? Ik denk dat het. Uh, en, maar dat is hypothetisch. Ik denk mm. dat het me nog wel iets brengt als ik, als ik het verdriet eraf kan. Uh, yeah. nog, nog iets zachter kan maken. Yeah. Maar misschien haal ik dan ook wel een stukje brandstof weg. Nou ja, dat bedoel ik een beetje. Ik bedoel, er zijn dingen. Ja, maar dat, dat zeg ik heel erg. Dat is een wat ander soort verdriet. Is. Dat is veel meer rouw. Uh, waarvan ik helemaal niet zou willen dat het weggaat. Want dat zou ik echt zonde vinden. Want ja, dat is toch alleen maar een soort teken van liefde... dat ik daar iets over voel. Maar goed, het is iets anders dan dat. Nou, als ik over mijn partner hoor praten. Ja? ja? <laughs> die, zegt, die zegt dezelfde dingen. Oké. Okay. Ja, ik zeg, ik, ik, ik heb heel erg... Um, ontwikkeld bij mezelf dat ik een soort van... positieve kijk op de wereld... En zij zegt waarom? Dat is ook een beetje wat er een hedendaagse maatschappij speelt. Het mag niet meer pijn doen. Het nee. mag geen, uh, we moeten van pijn weg. De window dressing het moet allemaal fantastisch zijn. Nou, waarom kan je niet gewoon een keer? Daar zijn de mooiste boeken uitgeschreven, ja, zijn ja. de mooiste gedichten, ja. de mooiste. Ja, ik hoorde laatst David de Kok zeggen: Vond ik heel mooi. Het leven is niet leuk. En dat voelt een beetje van, nou, uh, succes en uh, zwartgallig of zo, maar helemaal niet. Ik bedoel, uh, is, ik vond het wel een lekkere. Dat je gewoon dat als een soort feit hebt. En dan bedoel jij, als je zegt partner, bedoel je je huidige partner. Ja. Ja, ja. ja sorry dat ik gelijk zo persoonlijk word, Jeroen, maar dat is, uh, en ik bedoel, uiteindelijk komt daar een hoop uit voort. Maar ik vind het zo fascinerend dat jij dus uh, die honderd dagen. Nee, misschien moeten we daar eerst eventjes een beetje naar het licht toe hoe jij daar wel, nou ja, besloot, of ik weet niet of dat een besluit is... maar ervoor, of nee, hoe, hoe is het gegaan, dat jij ineens erachter kwam van... hé, hey, ademhaling, euh, nou ja, zelfontwikkeling, hoe, hoe... Ja, jij dacht waarschijnlijk dit nooit meer. Daar is heel veel gebeurd. En, uh, ook, en al, ook al toen, je, toen inmiddels de 100 dagen ziekenhuis klaar waren... je zegt vier jaar gerevalideerd. Mijn buurvrouw, toen, toenmalig buurvrouw van, van waar mijn moeder woonde... Ja. Die, uh, die kreeg mee wat daar gebeurde. En mijn stiefvader stond er te tieren iedere ieder dag... want voor hem was het eigenlijk... De, de, er komt een, een stuk... Ja, ja er, komt, maar ook, er komt een stuk liefde... Uh, dus hij moest eigenlijk mijn moeder een beetje delen. Zo heeft mijn stiefvader, heeft hij achteraf al eens gezegd. Uh, dus ja, hij, oh, er zat ja. boosheid en frustratie bij die man. Uh, en, en mijn moeder... Schoof alleen het eten naar binnen en deed ze de deur dicht. Dus ik heb daar ook in isolement uh, yes. ge gezeten. Ik mocht ook geen boeken lezen. En ik merk al, als ik dit vertel, dan komt mijn verdriet omhoog. Ja. Ik denk, fuck, weet je wel. Het de... is ook echt zwart en donker. Het was zwart en donker. Ja. Ik heb die scène van Seven uh, ja? met, met uh, Brad Pitt en Morgan Freeman. Dat is een thriller, film Dan zie je iemand op bed liggen. Um, en en die, die scène kon ik gewoon niet zien. Want dat was gewoon... Dat was gewoon, daar lag yes. ik. En natuurlijk was het allemaal niet uh, nee, 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 nee. zo... Uh, want dan zie je bloed in de muur en weet ik ja. al allemaal. Maar die man werd met antibiotica in leven gehouden. En ze wilden hem optillen van het bed. En het... <Gas> hij leefde nog. En dan dacht ik, dit is wat er mentaal bij mij uh, 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 gebeurde. En mijn buurvrouw gaf mijn moeder een boek. En, en ze zei tegen mijn moeder, een boek van uh, André Lisbeth... Uh, de dynamiek van het ademen. Ze zei tegen mijn moeder: als jouw zoon dit boek niet krijgt, bel ik de politie. Ja. Dat was mijn bijbel. Ik heb ja. ik en na drie dagen, ik, er stonden allemaal ademhalingsoefeningen in en uh, nou, je kan van alles van dat boek vinden, maar ik, ik vond het fantastisch. Ja. Ik ben een techneut. Ja. Uh, André Liesbeth heeft een hele technische kijk naar nou, die dingen, kijk, dus het connecten meteen. Hé, hey, en ik had niks anders. Nee, ik zeggen, Als het die had die gegaan die... over kruiden drankjes maken... Ja, ja, nee, ik het helemaal... ...had het misschien een heel ander ja. levenspad ja. geworden. Fantastisch, ja. Um, en ik, ging, ik kon het meteen, ik kon het meteen ja. uitvoeren. Ja. Ik kon meteen aan de slag. Ja. En ik kan me herinneren dat ik na drie dagen dacht... ...dit is het. Dit is het. En ik heb mezelf een belofte gemaakt. Daar, daar liggend, vanuit eigenlijk een hele... ...zwevend in de wereld, alles komt wel... Um, ik zeg, ik, ik ga carrière maken. Ik ga keihard werken. En nog belangrijker, ik ga zorgen dat mijn lichaam... Ik ga alles doen om mijn lichaam als een soort van hoop ook. Maar ik, ik, ik zet hem gewoon het universum in. Ik ga gewoon zorgen dat dit lichaam 120 wordt. Yeah. Dat is nog nooit gedaan en nog nooit nee. gebeurd. Ik nee. ga alles bestuderen. Ik ga alles bekijken. Wat kan ik ontdekken? Hoe kan ik vitaal oud worden? Yeah. Uh, wat kan ik doen? Wat, wat kan ik... Daaraan bijdragen, oké, okay. en vervolgens ben je dat gaan doen, maar wel en dat zeg je al een beetje, uh, wel een beetje soort in de zijlijn als in je werd ook gewoon een gast in een pak, ja. Uh, en, en, en en ja, we, we ging dus op ontdekkingstocht, maar werd ook vooral een beetje zo'n corporate, ja, ik weet niet precies, iets in de automatisering of zo. Wat deed je ja, manager in de ICT, ja. Dat is ook mijn, uh, mijn vorige partner, die, die trouwde een man in een driedelig pak. Ja. En die eindigde met tarzan. Ja. Nee, daar... Ja, precies. <laughs> <laughs> ja. Letterlijk, hè. Ik ja. zat daar met blote voeten en dan hing ik in een boom bij een feestje. Ja. En ze zei, ja, ik, ik kan dit niet meer. Nee. aan mijn huidige partner... Die maar dacht, even voor nou. mijn idee, je leert daar wel kennen. <laughs> Toen was je al wel... Het was wel na je twintigste, dus je was al wel... Ja. een Beetje bewust bezig met ademhalen en nou... Uh, 100%. Ja. Dus het was, dat was mijn grote hobby. Ja. Dat, ja, was dat was, was mijn grote je hobby. hobby. Dat ja, was mijn precies. hobby. En ja. ondertussen was je gewoon aan het knallen in een bak. Ja. En, ja. uh, okay. en dan zat ik bij een uh, in Eco uh, was dan een, uh, in Rotterdam had ik dan een klus als interim manager. En dan ging ik in de yoga ruimte ging ik mediteren. Ja, ja. Ah, mooi. Uh, en, en met haar heb je dus ook in eerste instantie uh, waar je over je vertelde je twee zones gekregen. Maar ik vind het zo. Ja, het, het, je kan toch. Ja, goed, ik snap dat je een andere persoon bent geworden en ik vind je omschrijving wel mooi van man in pak naar Tarzan, maar het kan toch bijna niet. Uh, ja, wat maakt. Wat, je bent toch alleen maar een prettiger mens geworden, zou ik eigenlijk zeggen? Nou, ik moet dit bij mezelf zoeken. Oké, okay, nee, oké. Okay. Nee, want, want ik, kan, ik kan eigenlijk, want ik. Uh, inmiddels woon ik in de achtertuin bij mijn. Uh, dus mijn, mijn ex is uh, goede okay. vriendinnen met mijn huidige partner. Okay, dus wow. eigenlijk is het weer heel oh, fantastisch, mooi. Uh, fantastisch. Ik kan alleen maar bij Giel, ik kan het alleen maar bij mezelf zoeken. En ik ben een soort van uh, de oude lulland worden. Want als Lekker, mijn vrienden een relatiedingetje hebben, dan zeg ik: Even hier, even, ja. <laughs> even gaan zitten. Ja, ik ja. ga even ja. De, de, ja. de speech ja. op jou uh, loslaten. Ja. Ja. En, en verslaafd aan de liefde. Wat is, wat is jouw eigen inbreng in dit verhaal? Ja, ja. en dan, uh, ja. ja. Nou. Nee, maar dit is natuurlijk ook het mooie. He, ik moet gelijk denken aan de zin van het bestaan. Als het gaat over de heftigheid. Zoals jij dat hebt ervaren. Uh, en oké, okay, daar heeft je moeder misschien geen glansrol in gehad. Maar ook dat is nog steeds. Jij bepaalt zelf. Ja. in je hoofd. hoe je ermee omgaat. Of hoe, hoe gevangen je je voelt natuurlijk. En dat is mijn tweede boek. wat We oh, ja. zijn al de boeken gewoon oh. aan het bespreken. Nee, dat vind ik heel goed. Nee, dat, ergens voel ik het al een beetje bij die één. Ik dacht, oh, dit zal wel één van zijn drie boeken zijn. Ja, precies. Nee, oké, okay, heel goed. Oké, okay, dus dat eerste boek is, die, is dat ademhalingsboek? Dat is de ademhalingsboek, ja. hè, Pranayama. Dat vind ik nog steeds een fantastisch boek. Ik heb en maar mij is dat door een Nederlander geschreven? Dat noemt... is een Belg. Dat oh, is een, een, een yogaleraar yoga-leraar okay. uit uh, Brussel. 1971 is dat boek uitgekomen. Ja. Ik zag uh, inmiddels dat uh, tweedehands is het nog voor 100 euro te koop. Oh, oké. Okay. Het <laughs> is echt een, een, ja, een klassieker. Dat is een klassieker, maar een fantastisch boek. Ja, ja. en dus heel erg uh, de oude yogi. Ja, uh, ja. Oh, ff, vet. Oké, okay. en nog één keer de titel? Dus uh, Pranayama van André van Lisbeth. André van Lisbeth, ja, precies. Ja. Oké. Okay. En boek 2 is dus. Dat is Stephen Coffee. Ah, de zeven... Habits, of Highly Effective People. Ja. Dat je. Uh, ja, daar heb ik twee jaar over gedaan. om door dat boek heen te komen. Terwijl op zich zijn het zeven stappen. Nou, als ik zo'n boek lees, dan lees ik ja, het he, niet. Ik, uh... Zo van. Ik ga Nee, <laughs> nee dat is ik, ik wil dat dan internaliseren. Ik wil dat dan ook van... kan ik het in de praktijk brengen wat ik hier lees? Ja. Want het was zo confronterend. Ja. Uh, ik, 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 Want welke... Kan... Oké, okay, we gaan even de stappen doornemen. Proactief. Dat was je wel, denk ik, of niet? Of was dat ook al een... Uh... Je, wel, dat ja. dat, dat was, Nee, het zijn... Ik, en, en, knap, kan je ze zo allemaal... Uh, Absoluut. Nee, om, ja. maar dit is omdat ik gewoon... Ik hou en van lijstjes, plus... Nou ja, daar heb ik gewoon zelf een soort ding van gemaakt... om mezelf scherp in te houden. Omdat ik gewoon het lekker vind om mijn hele leven... Uh, af en toe even uh, nou, te polsen aan de hand van, en ik moet zeggen, meestal noem ik Napoleon heel, dat zijn er zeventien. Maar deze zeven gooi ik dan altijd bovenop, die een beetje gelijk zijn. En sinds kort, ik ga er nog meer mee doen, zijn daar ook nog de vijf Rijki-principes bijgekomen. Maar goed, deze zeven, proactief, um, de van achter naar voor werken. Ja. Uh, de urgente dingen, of nee, sorry, de belangrijke dingen, juist ja, niet de urgente ja, dingen. Ja. En dan kom je in ja, de samenwerkingen, We gaan het straks hebben over je heel week. Dan kom je een beetje in de woensdag -wijdag. Dan is het namelijk: uh, uh, Nou ja, win-win. Ja. Ook heel erg dat uh, empathisch vermogen. Dat is uh, zo heb ik hem in mijn hoofd altijd gekoppeld. Uh, en dan komt de synergie. En dan is de zevende de belangrijkste en ook de meest moeilijke, namelijk het scherp houden van de zaag. Van de ja. zaag. Ja. Uh, dus, nou ja, ik hoop dat het dan leuk is voor mensen of ze. Maar waar, welke, welke is bij jou het moeilijkst? Um, ik kan, kan me een fragment herinneren uit het boek waarin hij, ik, ik zat heel erg met vooroordelen. Uh, ik zag dat, hè, dus als je, uh, ik, ik noem iets, je ziet een, een corpulente vrouw en je denkt, ah, die zorgt niet goed voor zichzelf. Mm. Terwijl je weet helemaal niet of ja. daar medicatie, misschien is ze auto-immuun. daar kan van alles aan de hand zijn. Bam, meteen, ik had daar een vooroordeel. En ik las dat boek en ik begon me te beseffen dat ik heel veel vooroordelen had. Ja. Uh, overdracht vanuit mijn opvoeding. Ja. Maar ook, uh, uh, dus ik heb daar echt de tijd voor genomen om te kijken, van kan ik dat loslaten? Kan ik on, onbevooroordeeld naar iemand kijken? Kan ik... En kan het? Ja, dat kan. Ja? Ja. Oké, okay, want ik heb, maar dat is aan zich misschien ook weer een beetje bevooroordeeld, dat ik gewoon denk, ja, ik weet niet of wij dat kunnen omdat gewoon na nou, eenmaal onze hersenen zo werken met het in plaatsen van hokjes, omdat we niet alles helemaal vanaf hè? En, en ja, ik vind het vreselijk hè. Ik, ik, dus ik verdeel eigenlijk je strijd om dat te voorkomen. En tegelijkertijd, ja, heb ik me er maar half ook bij neergelegd en te denken: ja, het blijft wel een strijd. Ja, oké, okay, ja. Het is, maar als je er bewust van bent, dan heb je een keus. Want ja. als ik nu een klant krijg die zegt: ik heb, ik misbruik mijn kinderen en dan staat mijn vader zijn helemaal op, dan denk mm. je: ik, ik, ah, we gaan Bam, ja. Bam. Ja. Uh, maar nu kan ik denken van jeetje man, wat is er gebeurd? Ja, ja, ja. Wat is jouw verhaal? Ja. Dus nee, ik merk het ook wel. net in jouw boze stiefvader verhaal merk ik toch ook, al oh, wat zielig voor die man. Uh, omdat, omdat ik gewoon denk, oh en dat hij dat zo voelde, dat hij de liefde van zijn eigen, dat vind ik, dat vind ik echt zielig. Even los van hoe irritant het voor jou, of irritant <laughs> gewoon Maar dus ja, vanaf afstand is het, kan ik dat wel. Hmm. Mooi. Steven Kofi, en wanneer las je die? Weet je dat nog? In je... Ja, dat is eind twintig uh, geweest. Want, uh, oké, okay, dus op je twintigste gebeurde dit ongeluk. En uh, de revalidatie, nou, toen dat boek. ging je toen gelijk allemaal boeken opslurpen. En, en, en al het uh, de hele lijst van trainingen doen en dingen? Nou, ja, wel gewoon boeken kopen, ja. uh, naar de bieb boeken halen, ja, ja, okay. me daarin verdiepen. Uh, gewoon waar ik tijd had, las ik. En, ja, ja zo de kennis uh, uh, verdiepen en tot me nemen. Ja. Ook wel geholpen door, ik, ik ben heel lang consultant geweest, nou dan kon je zoveel trainen als je wil. Ja, ja, en dan dus dat je... kon allemaal aftrekbaar uh... ja, maar personal <laughs> training, uh, dit, Y, Z, en dan uh, dat dus daar kwam ook dat uh, dat uh, boek van die 7 habits kwam daar tuurlijk voorbij. En toen dacht ik, wow, dit ja. is brengt me een stap verder. Ja, je hebt echt een aantal dingen gedaan waar ik straks nog even gewoon nieuwsgierig ben van hoe was dat en uh... maar laten we het eerst dan maar netjes afmaken met het derde boek. Dat is uh... Da daar is de switch gekomen ik heb daar heel lang over nagedacht. Ik had heel veel titels. Ik dacht, ja, die zou ik ook kunnen noemen. Die zijn mm -hmm. ook interessant. Maar dat is toch Chris Verburg geweest met de voedselzandloper. Oh, oké. Okay. En uh, tot ergernis van uh, mijn, mijn voormalig partner, want op een gegeven moment kwamen uh, 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 pakketten van uh, uh, van van het land.nl. Dus de boer die dan voorbij kwam en ik ging naar de glycemische index en in de winkel waren we drie keer langer bezig. Want ik ging alle etiketten lezen en uh, havermout. ...zochtends, middags, avonds... ...en we gingen bakken met havermout... ...en die, 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 okay, die is werd chillend gek. Ja, precies. Dat is ook een onderdeel van die Tarzan-verhaal. <laughs> nee, okay, dan, Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dus ik dacht... ...oh, wow, voeding. Hoe, hoe kan het zijn dat ik dit... En wat eigenlijk heel interessant is... ...mijn moeder was... Uh, ...toen ik jong was, was zij... Eigenlijk met Chris Verburg bezig. Zonder, nee. Dus gewoon met uh, uh, okay. moeten we voorzichtig mee zijn. Dat is een groot eiwit. Heeft je lichaam heeft, dan moet hij heel veel energie in stoppen. En suikers moeten we niet doen. En, uh, moestuintje. Mijn moeder komt uit Amsterdam. En die, die kwam terecht in uh, vlak bij Maastricht en die vond het helemaal fantastisch. Want ze had Land, buitenland ja. en een moestuin. En iedere dag zei ze: Proef eens dit, kijk, het is bislook. we hebben nu zelf gebarber. En, um, en dan denk ik, ja. Yeah, Ergens is die kennis dan. Ja. Pik ik hem dan uh, 30 Laat, jaar later op. Uh, fantastisch. Ja, of, ja, in dit geval uh, ja, bijna 30 jaar. Ja, uh. Oké. Okay. Uh, mooi, mooi, uh, nou ja, mooi om te zien wat voor moeder uh, toch uh, nou ja, allemaal bij jou heeft bewerkstelligd. O, waar is je vader in dit verhaal, als ik het vragen mag? Die is uh, uh, op 62-jarige leeftijd uh, overleden. Uh, toen ik 12 was, zijn mijn ouders uh, uh, gescheiden. Ja. En mijn moeder zei altijd: Ik heb vijf kinderen. Uh, dus Eigenlijk was mijn vader een fantastische gast, maar ja, die, die uh, journalist uh, kreeg een baan in Heerlijk. Dus toen konden we met z'n allen verhuizen daar, ja. naar, uh, naar het zuiden. Nou, op een gegeven moment werkeloos... en dan in het onderwijs... en daar helemaal vastlopen... Uh, een, een eigen bedrijf begonnen. Een uh, drukkerij. Nou, die ging failliet. Dus we hadden op een gegeven moment... nul... we zaten in, in de schulden. En, ja, dus... Uh, van kwaad tot erger. En dan, die twee konden uiteindelijk... hadden iedere dag ruzie. En uh, mijn vader is... Um, alleen gaan wonen... maar had niet de veerkracht... om zijn leven opnieuw in te richten. Wat je vaak ziet bij mannen... Ja, dat is toch... Uh... Ja, de, 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 de vrouw is dan de backbone en dan aan de voorkant schijnen ze dan, maar dat ze toch. Dat, ja, dat ja, nodig hebben. Twaalf, ja, ja, ja. ja, dat is wel echt jong. En, en dus daar komt ook wel, eh, eerst een beetje het corporate, maar later nu ook wat je nu aan het doen bent. Eh, nou, wel de, de, hoe zeg je dat? De, de daadkracht vandaan eh, om, om nou ja, goed voor jezelf te zorgen en er gewoon business van te maken en zo. Toch? Denk nou, dat laatste heb ik, uh, daar heeft heel lang de rem op gezeten. Oh, juist, vanwege je vader? Ja, omdat ik zag hoe hij, uh, uh, want dat was zijn passie, ja. boeken was zijn passie, het ja. hele huis was één uh, een museum. Ja. Uh, maar dan gewoon gefaald in het ondernemen. Uh, dus dacht jij dat jij dat ook ging doen? Of, uh? Ik denk, ik moet daar vooral niet uh, nee, in stil sporen. Moet ik... nee, dus ik gewoon uh, is. daar hebben wij geen kaas van gegeten. Uh, dus ik ben eigenlijk vanuit. Uh, dus ik kan heel gefascineerd naar mensen kijken die één trucje kennen en daar een fantastisch bedrijf van bouwen. Dus ik heb gezorgd voor kennis, 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 kennis. En ik ben nu eigenlijk pas het ondernemen aan het ontdekken. Oké. Okay. En denk, ja, het, het, met, met één tiende van wat ik ken, had ik dit bedrijf ook kunnen opbouwen. Ja, ja maar goed, dan snap ik het. Oké. Okay. <laughs> nou ja, je bent hier ook wel even mee bezig. Want kijk. Jij uh, begint in 2012 met BeMind. Vanaf 2018 ga je ook echt mensen opleiden. En in 2018 komt ook dit boek wat ik hier uh, voor me heb liggen. Wat ik nou, nog steeds actueel vind. En zeker omdat het ook over eten gaat. Nou ja, maar ja, je, je doet ook bijna een soort disclaimer. Als we iets weten, is het wel dat er elke week ongeveer een ander onderzoek van is. Maar nog altijd is het on point uh, in, in, de, in de dingen die het beschrijft. En dit is, nou ja, heel week, de ondertitel is in een week in balans en nou ja het is eigenlijk precies nou ja, holistisch zouden we dat tegenwoordig noemen hoe je alle nou ja, openingen van het leven een beetje aanvat om nou ja, in balans te komen laten we uh, even gewoon uh, laten we gewoon de dagen rondlopen dat is gewoon zoals jij het hebt bedacht vond ik echt wel geinig eigenlijk we beginnen met de maandag en de maandag is ik dag ik heb veel van dit boek geleerd, moet ik eerlijk zeggen, Jerome. En ik dacht toch dat ik allemaal wel. Uh, nou, ik dacht helemaal niet dat ik alles kende, anders zou ik het boek ook niet gaan lezen. Maar uh, tuurlijk kwam ik heel veel herkenning tegen, maar echt ook een paar dingen. Daarom ben ik blij dat je er zit. Waarvan ik dacht, oh wauw. Bijvoorbeeld, volgens mij zit dat in het ik-gedeelte. Sinds ik jouw boek gelezen heb, denk ik elke keer als ik sorry zeg. shit. Ik moet zeggen, ik moet hoe dan ook bedankt gaan gebruiken. Ja, misschien kan je het even uitleggen, want dit gaat een beetje kort door de bocht. Maar het is sowieso... En wat leuk dat je dat, je dat facet aanhaalt. Want daar, ook daar zit weer een stukje hè, wat, wat Koffie zegt. Ik uh, ben er ook door, enorm door geïnspireerd. Dat, je, dat doe je een ander tekort. kort. Want dan, heel vaak vullen we in. Stel dat je te laat komt yeah. en iemand vindt dat helemaal niet zo erg. En, uh, en je zegt dan bedankt voor het wachten. Dan Geef je hem eigenlijk een compliment ja. voor dat hij daar heel open in staat. Dus je, je kan een ander enorm tekort doen als je jezelf verontschuldigt. Eh, ja, Want nou ja dan, en je doet jezelf ook een beetje aan jezelf, Aan ja. jezelf. Maar het is wel, ik vind dit een mooi voorbeeld. Uh, ik, vind, ik heb daar nog wel uh, allerlei uh, beperkende gedachten op. Die je zoiets heeft van, ja, ik kan wel zeggen bedankt voor, je, voor het wachten. Misschien ze, kookt diegene van woede over dat ik te laat ben, uh, en dan kom ik zeggen, uh, en dan zeg ik, hé, hey, bedankt voor het wachten. <laughs> Snap je, er zit ook iets... Uh... Ja, er, er zit een, een punt waar, het, waar, waar excuses wel uh, nee, okay, okay. uh, uh, gerechtvaardigd zijn. Maar, ja. maar om, om daarover na te denken, want drie kwart van de tijd hoef je het niet te zeggen. Nee, nee en dat voel ik ook altijd wel, en ik vind ook altijd zo, het is, het is ook zo negatief, ja, nogmaals, als het moet, dan moet het... Maar ik, uh, ik, ik voel hem wel heel erg. Dat echt elke keer. want Sommige mensen die zeggen ook over alles sorry. Oh sorry, ja. Dan, ja, dan verliest het ook zijn kracht. Ja. Dus dat is eigenlijk de bottom line. Elke keer dat je sorry zegt, bedenk of je ook niet kan. het om kan turnen naar bedanken. Ja, dat als, als de ander daar eigenlijk. Uh, als het voor de ander niet belastend is geweest. Kan dat heel charmant zijn, want oh, eigenlijk ja. complimenteer je de ander. Uh... Ja. Jao Xiao. Die uh, zegt: Stop staying, sorry. En zei: ja. Thank you instead. Ja, ah, echt een mooie. Maar Leuk. dat is het ik ding. En wat ik ook niet kende, misschien kan je ons even doornemen als je het nog kent. Want ik kan me ook voorstellen voor jou: is dit uh, nou heel week, heel lang geleden. Uh, de 5M. Men moet geen missers uh, uh, mogen maken. Ja, men mag missers maken. Ja. ja. Oké, okay, die zit er echt wel in. Ja, dat is een beetje... Nou, het borduurt of een beetje voort op dat sorry. Uh, gewoon wees, wees, ja, wees lief voor jezelf. Is ja. dat... Uh, ja. Ja, ja die, die, uh, die zit daar heel... We, zijn, we hebben allemaal een criticus. Ja. Ik doe niet goed genoeg. Ik, ik werk niet hard genoeg. Ik ben niet efficiënt. Ik... ik kan de rust niet vinden. Ik ben niet knap genoeg. Ik ben te dik. Ik ben. We hebben allemaal hebben we een kriticus. Ja. Als je um, als je dat er kan laten zijn. Ik, ik ben geen goede vader. Ik, ja. ik ben niet. Ja. Ben geen goede partner. Nee. Dus we hebben allemaal. Dus ik ook. Ik heb ook. Ik heb ook die stemming. Ik, ik ben geen goede werkgever. Ja. Of ik ben te streng. Ja. Of, uh, uh, maar als je daar dan vergevelijk kan zijn naar, naar, naar jezelf. Ja, dus lief zijn is ook ja. niet alleen van ik zorg dat mijn lichaam uh, vitaal blijft, uh, maar ook dat je uh, ja, vriendelijk bent naar jezelf. En het slaat door als je zegt ik ben vriendelijk naar mezelf, ik trek een biertje op. Nee, precies. Uh, uh, maar dan ben je uiteindelijk, want dit is, ik vind het leuk dat je dit al benoemt, dat hier <laughs> kan ik een soort error in mijn hoofd krijgen en tegelijkertijd ben je dan dus helemaal niet lief voor jezelf. Nee. Precies. Dat is een soort hoax dat je denkt... ja, dan ben ik lief voor mezelf, maak dan allemaal gereed uit... inderdaad, biertjes, ook chips. Hè? Je bent gewoon niet lief voor jezelf dan. En dat weet je ergens ook wel. Oké, okay, nog iets wat je wil zeggen over de ik... voordat we naar de dinsdag gaan? Ik vond die... Uh, uh, eigenlijk weten waar je... Uh, ook die uh, is natuurlijk weer een stukje uh, fundament... wat ik uit koffie heb gehaald. Dus dat je nadenkt, waar wil je eigenlijk naartoe? Ja, yeah. Van achter naar voren. Ja, ja. van achter naar voren. Ja. En ik, ik gebruik dan ademhaling om, om, om je naar je gevoel te brengen. Uh, dus die innerlijke mentor noem ik dat dan. Wat, wat heeft hij eigenlijk te vertellen? Ja. Uh, wat, iedereen heeft een gave. Uh, alleen heb je hem misschien nog niet ontdekt. Sterker nog, je hebt hem nog niet ontdekt als je dat niet kan voelen. Nee. Uh, jou, jouw gave is verbinden met mensen, kennis, eigenlijk, op jouw manier, zoals je dat zegt. Het, het platform wat je op, opzet, waardoor je uh, uh, andere mensen weer. Uh, dit, is, dit is de manier waarop jij kennis, de kennis, de mensen in aanraking kan laten komen met, met kennis. Uh, en ik heb een gave dat ik, ik kan uh, diagonaal door, door een, een methodiek gaan en ik denk: dit werkt en dit werkt niet. Ja, dus ik kan als een, 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 een ingenieur kan ik holistisch ja, na, ja. naar genezing kijken. Ja, ja. Dat, dat is echt mijn gave. Vet. En zo heeft iedereen heeft een, 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 ja. een ding. En als je het nog niet hebt, dan, dan alleen al het feit dat je voor jezelf een soort statement maakt: ik ga dat dit jaar, je echt? Ja, ja. Ik ga dit, dit jaar ontwikkelen, ik ga het ontdekken of ik ga uh, in aanraking komen met mensen die me gaan helpen, dan ga je het ontdekken. Maar het is wel iets. Want jij zegt nu. Nou, ik vind het echt vet hoe je zowel mijn als je eigen gaven, om het zo maar even te zeggen, of je missie omschrijft. Maar ergens is dat. Ja, ook wel nadat het een beetje zo gebeurd is dat ik het met terugwerkende kracht. Uh, dit kan. Voelen dat dat zo is. Snap je? Het is een beetje de koeien. Hoe uh, zeg je dat? Uh, <laughs> nou ja, je beetje, ofwel, ik, ik. Ja, en dat heb ik met radio gehad. En dit is dan spontaan. Maar ik weet dat er veel mensen. Juist denken, ja, maar wat is dan mijn missie, mijn drive, mijn, 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 mijn gave? Dat is... Ja, soms maken we het ook te groot. Ja, eens. Ik bedoel, dat, dat iemand fantastisch zijn kinderen uh, uh, opvoedt, ja. dat is ook een gave. Helemaal waar. Dat je een, 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 voor je vrienden er ja. bent en, ja. en mensen daarin support, dat je... Het, het, soms zoeken we het ook te ver en dan zoeken we naar een soort van uh, oh. achtste wereldwonder. Uh. Fijn dat je dat nog even zegt. Dat, dat, uh, nou, dat uh, ben ik helemaal met je eens. En dan is het gewoon, hoe makkelijk het ook klinkt, ga gewoon door met wat goed voelt. En natuurlijk kan je er wel een beetje analytisch naar kijken: van hé, hey, wat zit erachter? Waarom vind ik dat leuk? Waarom vinden andere mensen dat leuk? Dan kan je ietsjes helikopterviewen wat daar dan achter zit. Oké, okay, mooi. Dinsdag is nu. Um, ja, dus dat is... Dan, dan komen we eigenlijk ook heel erg bij... Uh... Oh nee, sorry, ik wil nog één ding doen. Sorry, de, de, even voor de administratie... want die zit wel een beetje bij het ik-gedeelte. <laughs> jij hebt namelijk, en ik vind het leuk... Oh, heerlijk hoe zorgvuldig jij dit doet. Nou, dit, uh, dit vind uh, ik top. Briljant. Want hier, hier, hier verheugde ik me echt op... want ik dacht, oké, okay, hij heeft dit gemaakt in 2018... en er staat een bucketlist in. Een boek schrijven, die was natuurlijk al gecheckt... Uh, toen, je hem, uh, hè, toen je het uitbracht. Maar we gaan even het rijtje af. Uh, met mijn methode een standaard neerzetten om mensen in balans te krijgen. De B-Mind. Ik, ik, we... ik, ik zal hem afvinken. Ja, okay. Mijn bedrijf laten groeien terwijl ik minder werk. Ja. Ja? ja dus dit, dit jaar voor het eerst gelukt, maar ik durf nou, okay. uh, ja. Een eigen B-Mind centrum hebben? Volgende week krijg ik mijn sleutel. Ja? Nee, echt? <laughs> dat is echt waar. Oké. Okay. Ja. Een goede vader zijn? Nou, dat is een continuing ja, proces. Ja. Met mijn zonen die Himalaya beklimmen. Uh, heb ik uh, dit jaar uh, wel, wel ietsje anders dan gepland maar die heb ik afgevinkt. Ja? Ja, we hebben gewoon een helikopter geboekt. <laughs> maar daar gaat het niet om. Ja. Dat is het mooie van, van manifesteren of hoe zeg je ja. dat? Dat het, helemaal niet zo concreet. Maar nou, vet, oké. Okay. De split kunnen. Dus de enige, dat is grappig, dat een, een van mijn uh, uh, werknemers die zei van, uh, doe je daar nog iets mee? Ja. Dus die, uh, die is eigenlijk van de radar verdwenen, maar die ga er... ik wel weer oppakken. Nou ja, het hoeft niet. Maar ja. ik gitaar kunnen spelen? Ja. Ja, kan je gitaar spelen? Nou, op uh, de, een kle hele kleine... Uh, nee, maar... Okay. Ik, 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 ik kan, uh, inmiddels kan ik best wel wat leuke dingetjes erop. Ja. Een nieuwe taal leren? Uh, nee, die staat nog open. Die staan nog open, ja. oké. Okay. En 120 jaar worden, die staat ook nog open. Ja. Oké, okay, dus de volgende keer dat wij elkaar spreken, ga ik toch even kijken hoe het gaat met de split, terwijl je Russisch praat. Of een vraag. Ja. De... <laughs> ja. nee, Oké, okay, dan gaan we naar het nu. En dat is, vind ik mooi. Uh, want is dat iets wat je daar liggende in het bed, uh, in die donkere tijd, al gelijk voelde met, met toen je met ademhaling in de gaat. Want ademhaling, bedoel, dat is natuurlijk de, 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 de mooiheid van die tool, dat is altijd in het nu. Ja. Is dat iets wat je toen al voelde of waar komt een beetje voor jezelf, om even in Eckhart Tolle te spreken, de kracht van het nu bij jou om de hoek kijken? Ik merkte wel dat ademhaling me heel makkelijk naar het nu kon brengen. Ik heb ook een soort van ADHD-brein, dus ja. ik sta altijd aan en ik merk dat ik gewoon met ademhaling naar uit Ja. Ik kon rust in mijn hoofd krijgen met ademhaling. Ja. Ik kon grip krijgen op mijn emotie. Ik, kon, ik merkte dat ik grip kreeg op mijn depressie, dat ik weer wat lichtpuntjes zag dat ik weer kon denken aan dromen van de toekomst... in plaats van alleen maar in zwartgallig, uh, een zwartgallig... eigenlijk soort van helemaal lam geslagen. Ik voelde, waar, komt er komt weer wat ruimte, ik kan, ja. weer, kan weer. Letterlijk lucht. Ja. Letterlijk lucht, ja. Ja, ja. ja en dan... Uh, ja, daar komen we... Ja, meditatie, je schrijft er heel mooi over... en ik kom daarbij op terug bij iets wat ik met, met, met Koekoeroe uh, ga organiseren. Uh, aandacht, ademhaling en aarde... De 3a-check. Echt lekker. En goede ook weer. Gewoon dat je denkt: oké, okay, de 3a's. Aandacht, ademhaling, aarde. Gewoon even nou ja, wat je op een dag kan doen. Hoe ziet jouw uh, ochtendritueel eruit als je dat hebt? Um, Doorgaan ik onder een koude douche. Uh, nee, maar oké, okay, maar we gaan even helemaal. Daar gaat, oh, gaat een wekker. Um. Of ben je zo minder aan het werken dat er niet eens meer een wekker gaat? Nee, dat wordt nog wel heel hard uh, mijn passie uitgeoefend. Ja. <acht> okay. Dus er gaat een wekker, ja en dan? Een um. koude douche of in mijn badje in de tuin. Maar niet meer dogmatisch. Daar heb ik uh, ah. tien jaar lang dogmatisch gedaan. Okay, Oké. Nou, dat ik zit, moest ik doen. Ik zit nog in de dogmatische fase, merk ah. ik. <laughs> <laughs> nou, ik merkte op een gegeven moment dat ik in de sluimerstand bleef als ik het niet meer deed. Dus mijn lichaam was ook geconditioneerd dat ik mijn koude bad nodig ja, had. Ja, ja, uh, En toen dacht je, dan werkt het weer averecht bijna. ja, ja. Nou, ik las ook wat onderzoeken oh. uh, hoe je lichaam dan het ook echt nodig heeft om die laaggradige ontsteking die die het ja, als ja. als bijeffect heeft aan dopamine-effect nou op een gegeven moment merkte ik ook dat dat dopamine-effect weg was um, okay. dus ik uh, hetzelfde wat doe ik ook met koffie uh, ik hou enorm van koffie maar ik af en toe drink een maand geen koffie om weer even Even resetten, ja. Even te resetten ja. en ook te voelen wat het weer met, met ja. me doet. Ik, ja. Dus ik kom nu net uit die maand, niet koffie. Dus als ik, ik heb vanochtend een kop koffie gehad en voel ik meteen, ping, je staat, uh, je staat aan. Uh, maar dat doe ik dus nu dus ook met de kou, dat ik het af en toe gewoon niet ja. doe, om even het, het effect ervan uh, te voelen. Inspirerend, oké. Okay. Ik vind het gelijk glad ijs voor mezelf. De, maar ik, goed, ik doe het alleen ochtends. En ik merk dat ik soms dan denk: Nou, dan doe ik vanavond wel. Dus daar zit een beetje de onderhandeling <laughs> met mezelf. Maar als ik, als ik het ochtends niet altijd zou doen. Ja, dan komen we een beetje waar we het net over hadden met lief zijn voor mezelf. Dus daar ben ik nogmaals nu even heel dogmatisch in. Maar ik, ik hoor wat je zegt. Oké, okay, um, en, want zo kom ik er een beetje op. Zit er nog een meditatie ergens in dit verhaal? Of heb je daar geen vaste momenten voor? Of? Heb ik geen vaste momenten nee. voor, maar dat doe ik wel. Ik plan, ik plan op een dag altijd lummeltijd. Ja, oké. Okay. Uh, en dat kan dan van alles zijn. Dan kan dat ik gewoon eens een keer van 100 naar 0 tel. Ja. Uh, het kan ook zijn dat ik gewoon eens ga lopen ja. zonder podcast. Nee, jij zonder bent. Koptelefoon. En ik vind het heel fijn, daarom. Uh, Kijk, oké, okay, laat ik het maar zeggen. Maar dat, als je dit in 2080 luistert. dan is het een soort van. Uh, achterhaald. Maar ik wil dus in mei. iets doen met meditatie. Meditatie. En wat ik heel tof vind van jou. en zo voel ik dat zelf ook. en er zijn ook wel leuke boeken over. van. Uh, ik weet nooit hoe je het uitspreekt. Tintje, het naan of iets. Nou ja, anyway. Zeg dat dan. Ja, precies. Jij omschrijft meditatie. maakt het gewoon gelijk even wat kleiner. door. Uh, nou. Even kijken, wat heb je allemaal? Yoga, een instrument bespelen, wandelen, breien, in de tuin werken. Vind ik echt top, want ik ben het helemaal met je eens uh, dat dat ook meditatie kan zijn. Als jij gaat zitten en je gaat gewoon naar een mooi muziekstuk luisteren, dat is fantastisch. Ja. Als je maar afschakelt. Precies. Ja. Dus, maar ik vind het grappig of het, ja, ik vind het heerlijk hoe jouw ochtendroutine ja, weg is van alle dogma's en eigenlijk niet zoveel omvat. Uh, als ik heel eerlijk ben. Nee, ja, maar ik had... met al die dingen die jij gedaan hebt... dacht ik, oké, okay, daar komt-ie hoor. De, welke, welke dingen heeft hij eruit gepikt? Zoals, nou ja, jouw ademhaling... precies de beste is of, of, of everything. Uh, maar ja, dat is, misschien is dit juist wel de kracht. Ik heb het wel lang gedaan. Ja. Dat en bijvoorbeeld ons, eten? Uh, ik doe eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij doet. Ja. de mensen dat begreep ik even zo tussen de regels door. Ik heb eigenlijk 16-8... Uh, 16 uur niet eten... In een, in een tijdframe van 8 uur eet ik. Dus yeah. mijn voeding zit yeah. in, dat, in dat tijdframe. Yeah. En ik probeer geen tussendoortjes te pakken. Dus nee. ik heb eigenlijk maar twee eetmomenten per dag. En daar heb ik... Uh, waar ik vroeger eigenlijk die koude douche... Uh, heilig maakte. Want dat is dat ik nooit ziek ben. Ik, omdat ik nu ook zie dat ik wat minder dat doe. Maar wel. Mm -hmm. uh, dus intermittent yeah. de, uh, yeah. koude. Mm -hmm. Um, ja, ik denk dat, dat, dat mijn immuunsysteem gewoon echt uit mijn darmen komt. Sterker nog, ja, als je Julia Anders, mijn mooie machine, ja. dat, dat, en de, alle wetenschap. Ja. Um, dus, dus juist zorgen dat je daar de juiste brandstof in stopt. En niet te veel, zodat er onderhoud gedaan kan worden. Dat is key. Dat is echt key. We komen nog bij de donderdag. Um, voordat we naar uh, de woensdag gaan, wil ik toch eventjes... En het is bijna onmogelijk om ze allemaal aan te stippen. Dat ik nu al een paar keer zeg dat jij zoveel gedaan hebt. En dat heb je ook echt. Bijvoorbeeld. Ik heb er wel eens vaak van gehoord. Silva Mind Control. Ja. Wat is dat ook weer? Nou, hij heeft uh, ontdekt dat je vier frequenties hebt in je hersenen. Of hij is daar in ieder geval de. de uh, hij was een elektrotechnicus, de schrijver van dat boek. Um, en hij ontdekte dat, dat we met z'n allen in een beta-golf zitten. En als je uh, gaat ontspannen, dus, uh, je gaat naar muziek luisteren en, mm -hmm. en, en je komt even uit je, uh, uit je gedachte flow, dan ga je naar een alpha-golf. Yeah. Dat is ook waar de creativiteit ontstaat. Yeah. Uh, dat is waar je de mooie muzieknummers yeah. schrijft, dat yeah. is waar je de poëzie yeah. Uh, yeah. bedenkt. Yeah. En dat is de voorstadia van slapen, maar dat is nog niet slapen. Dat nee. is gewoon een soort nee. van lekkere stadia. Dat staat is wel de zijn. grote der aarde, de <laughs> eindzijnde van deze wereld, die ging allemaal die fase opzoeken. Ja, precies. En, en, ken je het? Ja, met jongen. En ja. dan de sleutel vasthouden, ja, ja, want dan ja. bleef je wel wakker. Ja. Uh, crazy. Ja, dus dan zit je ook wat dichter tegen dat onderbewustzijn aan. Ja, dat exact. slimme onderbewustzijnde. Um, en, dus hij, en dan heb je nog de, de fase waar je eigenlijk gewoon lekker in slaap valt. Of, of slaapt en dan waar je diepe slaap hebt waar je in die delta slaap zit uh, en hij zei dat kan je met met mediteren met met slimme technieken kan kan ik je naar die die stadia brengen uh, en je ziet ook monniken die dit echt uh, tien jaar lang strak oefenen die kunnen naar de delta staat bam bam maar Meteen... dit heb jij geleerd uh, tijdens die silver mind control cursus of wat is het nou, dat zijn dingen, dat word ik dan, als ik dat hoor, dan denk ik, ja, ja dit ja, moet ja. ik weten, dit moet ik kunnen, ja. dit wil ik masteren, dit wil ik... Uh, en, en ik ben daar gehept dat eigenlijk mijn lummelen uit, uit mijn jeugd kan ik dan weer omhoog halen. Dus ik kan gewoon tijd en ruimte verliezen, dat ik met niks meer bezig ben. Dus ik kan, dat stukje heb, heb ik dan baat bij. Dus ik eigenlijk een soort van actieve schil eroverheen heb gelegd. Um, ...maar ik kan ook weer terug... Ja. Uh, dus de, ...maar ik, connect, ik connecte... ...ik meteen met wat hij zei... ...en ik vond dat heel interessant... ...ik heb thuis ook zo'n Muse-band... Uh, ...en die meet... ...die meet dan die vier zones... ...dus als ik een klant heb... ...en die zegt... ...ja, ik ben lekker ontspannen... Zeg ...ik zeg nou, zullen we eens kijken... Uh, ...in welke zone je zit... Uh, of, ...of hoe lang kan je daar blijven... ...en dan zie je dat mensen... ...gewoon een minuut of drie... ...in, in die ontspanning kunnen blijven... ...en dan poef... Naar die actieve stand uh, uh, schieten. Bet. Maar dat kan je dus oefenen. Dus als je ja. veel oefent, dan wordt die drie minuten wordt vijf minuten. Die wordt acht minuten. Die wordt twaalf minuten. Dus zo kan je hem... Dus die, die, die geest is gewoon een spier. Ja, alles kan je trainen. Ja. Dus, ja. Ja. Oké, okay. dit is een aanrader dus. Ja, vond ik, en, uh, en van dat hele rijtje, ik heb er nog een paar opgeschreven. Maar eerst even open. Van, van alles wat jij gedaan hebt, waarvan zeg jij... Uh, nou, nu tegen mij in ieder geval vandaan. Als je dan nog even iets uh, wil gaan ondernemen... of je bent nieuwsgierig, net als ik... dan zou ik dat doen. Ik vond hypnose... Uh, en um, nou, en heb je ik... het dan over NLP? Of wat bedoel je? Nou ja, in principe... Is, uh, zo, zoals de hypnose op, op dit moment op de markt is... Ja. is bijna altijd de basis NLP. Um, maar de autosuggestie... Eigenlijk, ja. als ik dan... Je ja, haalde het boek van Napoleon Hill aan. Die ja. heeft... Een van die zeventien stukken is autosuggestie... Ik had een, een psycholoog vorige week, ik vraag naar iedereen, ga ik straks ook aan jou vragen, wat ja. is, zou jouw vitaliteitstip zijn? En die psycholoog, die moest even nadenken, die zei, oh, suggestie dat is, mijn, dat is mijn tip. Ik ja. zeg, maar kan het dan altijd? Als ik een depressie heb, dan, dan kan het, ze zei, ook dan kan het, dat je uh, iets tegen jezelf gaat zeggen. Ja, dat uh, en dat komt dan wat later in het boek, staat bij mij dan, uh, hoofdstuk 7, wat ja. wil je duizend keer tegen jezelf zeggen? En dan denken we, dit is te flauw, dit is... dit, is, dit. Nee, maar maar Hoe kan dit nu werken? En dan laat je hem eigenlijk liggen. Ja. Terwijl als je hem... Als je in jezelf in die, in die alfagolf brengt... En je gaat dan uh, dingen tegen jezelf zeggen... En met hypnose breng ik iemand naar die alfagolf... Uh, en ik kan gewoon uh, de harde schijf... Uh, ja. De software op de harde schijf ja. kan ik gewoon veranderen. Ja. Dus, dus, dus als je zegt, ik heb een... Uh, ja, nou goed, kijk naar de programma's van, van de mensen die het aanbieden, zoals dus Milan Zomers of, of de, uh, onze uh, van Amsterdam, uh, onze uh, hypnose koning. En ja, ja de, de, het, het ja. werkt. Ja, nee, uh, leuk dat je dat zegt. Oké, okay, duidelijk. En dan is er nog iets, uh, en, en uh, ja, dat wordt wel vaker getipt. Ik ben er nog niet echt helemaal ingedoken. Nu kwam ik het ook weer bij jou tegen, psych. K zeg ik het goed? Ja, de. Uh, Bruce Lipton is daar volgens mij yeah. ook zo'n. Uh, yeah. uh, uh, yeah. Ik vond hem wel interessant. Ik, ik heb, ik <laughs> dit, heb, klink, dit klinkt niet heel Nou, goed. hij is okay, een beetje man. dubbel. Okay. Uh, je gaat eigenlijk alles toetsen op basis van uh, uh, geef mijn lichaam een ja of een nee. En, oh, okay. uh, uh, yeah. en dan komt een stuk. Uh, 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 dan ben ik kritisch en ook een beetje sceptisch. Dan. Uh, alhoewel ik, ik geloof in de wetenschap en ik geloof in de spiritualiteit Lekker. dus beide zijn waar voor mij ja. maar ik blijf dan ook met die methodiek blijf ik dat tussen, van dit is of briljant of nee, is dit okay. nou een beetje uh, ik vond het wel leuk om te doen, je gaat dus uh, toetsen uh, of je een, een, een vooroordeel hebt, en dat kan je dan uh, met, met vingeroefeningen ja. of met een armoefening ja. doen, en dan ga ik jou een vraag stellen en dan zeg ik, is dat is dat zo? En dan gaat je lichaam eigenlijk wijsheid ja, ja, tentoonspreiden. spreiden. Ja, ja. je lichaam uh, ligt nooit, dus... Nee, dus jij oh, kan ja zeggen en je lichaam zegt nee. Ja, vet. En ik geloof dat daar een bepaalde wijsheid zit. Um... Maar ik blijf ook kritisch. Nee, nou, ja, dat is ja. duidelijk. Oké. Okay. Ja. En dan heb ik er nog eentje opgeschreven... Um, wat weer dan heel erg over het lichaam gaat... maar ook juist wel het spirituele. Is dat ik zag dat jij... Ja, nogmaals, je hebt dat op je site staan, gewoon wat je allemaal gedaan hebt. En dan denk ik, wauw, wat gek. En daar stond ook training PSOAS. En nou ja, in mijn eigen ontdekkingstocht met, hey heb ik nou contact met mijn lichaam? En alles wat ik erover las, dacht ik op een gegeven moment echt, ja, 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 hier gaat het over. Uh, met betrekking tot mezelf. En ik heb dat een beetje laten liggen. Toen zag ik bij jou weer zo staan, dacht ik, oh, wat, wat kan je nog herinneren? Want dat zal van jou ook een tijdje geleden zijn. Wat, wat, wat je leerde of wat je voelde eigenlijk in die psoas training? Nou, die zou ik naast die hypnose willen zetten. Ik vond die mind-blowing. Ik heb die uh, okay. nou doe ik, nou okay. doe ik de da dame tekort, want ik weet de naam even niet meer. Kim okay. uit Eindhoven. Zij geeft daar training in. Dat deed ze echt fantastisch. Uh, daar leerde ik dat die psoas. En dat is. Uh, de heupbuiger, ja. uh, dus even heel uh, uh, fysiologisch of plastisch, dat is gewoon de spier die je bovenbeen aan je, aan je onderrug, maar ook de verlegen onderrug, dus, dus wervel, uh, ja, ja, ja. Uh, de wervel, lendenwervel twee, drie, en bij sommige mensen gewoon alle uh, alle vijf kan die aan vastzitten. En uh, uh, de grootste vijand van de psoas is zitten, dus zitten verkort jouw, uh, jou, jouw heupbuiger. En ik doe wel eens een trainingen, toevallig gisteren nog was ik bij een bedrijf Stevig in, in Heerlen, zit ook in Eindhoven, mocht ik een, 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 uh, een lezing geven. En toen zei ik, kom we gaan allemaal eens even uh, 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 op de, de hurken zitten. Ja. Nou, dan zie je iedereen puffen en steunen en dan kijk ik de groep rond en dan kijk ik die mensen en die lezing rond en dan zeg ik, dit is in essentie de meest ontspannen houding voor het lichaam. <laughs> en dan besef je, wow, onze ja. de manier, ja. als, als wij een, een, een normaal leven zouden leiden zoals het lichaam bedoeld is, dan zouden we nu buiten in de natuur zitten, dan zouden we uh, ja. uh, uh, bezig zijn met uh, uh, voeding zoeken, of we zijn fysiek, hoofd, handen, hart. We zouden ja. dat combineren. Je zou ja. iets bouwen, je zou ja. iets creëren, je zou een gat graven. Um, en, en gisteravond dacht ik nog, ik ga naar de sportschool. En toen dacht ik: Dit is eigenlijk een heel rare gedachte die ik hier heb. Want ik moest nog aarde uit de voortuin scheppen. Uh, ja, ja, dus eigenlijk had je nou eigenlijk wel een handeling. Toen dacht ja, ik: ja, ja, Oké, okay, ja. dus ik, ik, ik realiseerde het me gelukkig. En mijn partner moest ook lachen. Die zei: Ja, je ja, had inderdaad naar de sportschool kunnen gaan. Maar voetbal is dit veel beter. Ja, en je doet uh, nog wat. ja, ja. ja met de kruiwagen. Je ja. bent eigenlijk allerlei. Ja. Um, hoe we kwamen we hierop? Nou, door de Psoas-training oh, en de psoas. door de hurken ja. zitten. En, en, en nu, dit vind ik het mooie, zeg je heel even echt het, uh, ja, het lichaam. Uh, maar, dat heb je wel ongetwijfeld ook in die, in die training dan geleerd, denk ik. Ergens zit er ook een soort mysterieuze mysterieuzeheid aan die Psoas. Dat het de spier is van de ziel. Dat ik... Zien in de mooie namen. Ja, en die geloof ik dus ook. Ja. Nou, dat is het... Nee, dat geloof ik dus ook. Maar, ja, nee, sorry. Nou, het, het, de spirituele wereld zegt... dit is je antenne. Ja. Dit is waar jij het kennisveld... het Akasha-veld... Ja. het is waar jouw lichaam... Uh... en ik heb elektrotechniek ge gestudeerd... dus ik, ik heb ooit de telegraafvergelijking geleerd. En... Uh... Uh, ik heb me voor afgelopen zomer heb ik me verdiept in, in biodynamische akkerbouw waar, waar ze de kracht van water beschrijven en dan kom ik een verhaal tegen over uh, hoeveel energie er eigenlijk in een waterdruppel zit en dan denk wauw en dan staat de elektrotechnicus op uh, dat het dus eigenlijk gewoon we hebben een menselijk wifi veld en ik kan dat nog wetenschappelijk uitleggen ook die telegraafvergelijking is dat je magnetisch veld omzet in elektriciteit elektriciteit in magnetisch veld en zo kan ik informatie door de lucht te uh, zenden. Maar die informatie, die adem jij in... en die adem jij uit. Dus je ademt eigenlijk 4,6 miljard jaar... informatie in en uit. En dan komt ademhaling weer naar voren. Oh, je gaat even heel snel in deze... maar het is <laughs> fantastisch. Het is echt mindblowing. Ik voel alles wat je zegt en zo is het. Nou, uh, geef me later even die uh, persoon... Die, die, die Kim, uh, ben ik heel benieuwd... om mee uh, in contact te komen. Leuk. Wat ik, uh, ja. zij, zij leert je uh, hoe je die uh, psoas eigenlijk weer in, in ontspannen toestand. Ja. En bij iedereen is die gespannen. Ja. Nou ja, we kwamen hierop en we gaan uiteindelijk het gesprek mee afsluiten. Al gelijk aan het begin. In, in dat ik al dus niet precies wist wat mijn heupen en. Mijn, eh, dit, dit, is, dit is de shit. En, en die oefeningen die ik in mijn ademhaling heb, heb uh, uh, verwerkt, die is bedoeld om je psoas. Uh, weer op lengte te brengen. Ja. Dus dat kantelen, ja. waar we mee begonnen. Ja. Ja. Uh, dus ik heb daar de ademhaling omheen gebouwd. Maar dat is het fundament. Want je psoas is weer verbonden aan je middenriff, je belangrijkste ademhalingsspier. Met bindweefsel, met fascia. Wat trouwens, ja. Waar kan het ik... allemaal in je zit. Wa ja, dus dat nou, is eigenlijk het goud. Ja, dat is jouw infrastructuur in ja. jouw lichaam. Ja. Ik, kan, uh, ja. ik, 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 ik neem iedere dag nou zo'n minuutfilmpje op, wat ik, wat ik uh, uh, dan op mijn kanalen zet. En toen liet ik het zien. Dat je uh, gewoon de psoas, de flexibiliteit van je psoas. En te, dan klop je op wat plekken waar, waar veel fascia zit. En dan heb je in één keer de lengte terug. Ja, oké. Okay. Ja, dus, dit is fascia. Ja, Als ja, mijn ja, fascia vast doen. zit ja. en dan maak ik fascia los. En dan, en dan heb ik in één keer de dus ruimte. Dan ineens je armen ja. voor de mensen die niet kijken. Dus die ja. psoas... Weer. En daar zit jouw nervus vagus heel strak aan verbonden. En dat is grappig, want eerst zeiden ze dat je nervus vagus stopt in je darmen. En nu zien ze, oh, maar die hele dunne uitlopers, die gaan, iets, ja. en die gaan naar die psoas toe. Ja. Dus als je die psoas ontspant, dan kan je niet alleen beter ademen, maar dan uh, druk je de rem in van die nervus vagus. Of de nervus vagus is eigenlijk de rem, hè? Want je staat, als je als je, de, als je, je lichaam vergelijkt uh, met, met een, een, niet om je lichaam te kort te doen, maar dat doe ik eigenlijk met een automaat. Dan uh, sta ik stil op het moment dat ik de rem indruk. Op het ja. moment dat ik de rem loslaat, dan rij ik. En dat is mijn lichaam. De octosympathicus staat altijd aan. Alleen de parasympathicus, dat is mijn rem. En dat is die nervus vagus. Ja. En die staat heel dominant uh, verbonden. En dat zijn de nieuwe inzichten. Denk ook van: we, hoe, hoe kan dit dat we dit. Nu pas weten, ja. maar überhaupt, dat je uh, ja, allerlei dingen... Ik denk vanaf 1994 weten we pas wat leptine is. Hè? Uh, van het hoofdstuk voeding. Ja. Hoe die rem ja. op de voeding zit. Uh, hoe de rem... De nervus vagus is nu hot and happening. Maar eigenlijk leren we nu pas de nieuwe inzichten van... Oké, okay, ja. eigenlijk moet ik het 80% uit mijn lichaam halen. Ik, als ik, uh, de, de rem haal ik uit slim mijn lichaam. Uh, benutten. Hè? Dus yoga staat daar weer in één keer uh, op. Van oké, okay, dat is dus. Dat is wat ze altijd al deden. Eigenlijk. Dat deden ze eigenlijk altijd. Ja. 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 Leuk man. Oké, okay. laten we even voor uh, niet uh, dat ik een wijze autist ben, maar een beetje wel. <laughs> dus laten we gewoon even de week afmaken. Maandag is ik dag, dinsdag is nu dag, woensdag is wij dag. Dat is wel mooi, want dat gaat ook een beetje in die volgorde. Hè? Eerst verbinding met jezelf en dan kan je pas verbinding met anderen te ma maken. En ergens is dat wel waar het leven over gaat, zou je kunnen zeggen. Ja, de, 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 uh, van, van de negen punten die wetenschappelijk uh, onderzocht zijn... hebben ze jaren studie naar gedaan. Uh, die, 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 van, van hoe kan ik gezond oud worden? Dan hebben ze negen bullets. Uh, ja, ja, ja. Als je dit doet, dan... dan je die blue zone. De blue zone ja, verhaal. Ja, ja. Okay. Uh, hebben er vijf te maken met verbinding. Goh. Van die negen. Ja. Dus als je zegt ik wil gezond oud worden, zeg ik tegen ja, jou, nou dan is intermittent fasting gewoon een slimme tip. Dat ja, slim, meteen ja, imp implementeren. Anders. En tip nummer twee is verbinding. Ja. Dus gewoon verbinden, verbinden, verbinden. Samen met mensen zoals dus wij hier zitten. Uh, en dat hoeft niet per se fysiek te zijn. We hoeven geen Ruud uh, van Big Brother te worden. Knuffelen. Ja, <laughs> ja, ja. ja huidige jeugd die heeft geen idee nee, we zeggen, Nee, zeg eens, ah, Big Brother, we zitten echt... <laughs> ...maar goed, dat was een stukje laat, maar... Allemaal ik gaf laatst een gaat. lezing op een school. Toen ging je Ruud van Big Brother aan. toen haalde ik Al Bundy aan, oh, Toen ja. keek iedereen... ...mijn glazig aan. De <laughs> jeugd had geen idee. Nee, 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 <laughs> ik dacht, oh, moet een... Uh, <laughs> dus als je een goed, goed alternatief <laughs> ja. hebt... ...ik denk, wie is, wie is nou de grootste landbal? Oké, okay, uh, maar ik... ik oh. okay, ...die ga ik echt... Uh, <laughs> ...dat doe ik die specifiek in Spotify, want daar... ...zitten toch de meeste jonge luisteraars... Maar goed, dan moet je wel eerst googlen wie El Bundy is van Merit Children. Nou, wie is de nieuwe Al Bundy? Reacties graag. Uh, nou ja, bij, uh, bij Spotify. Oh, dat is cool. Ja, ja dat is en, leuk. Uh, oh, dat vind ik oprecht. En het leuk. kan ook bij YouTube eronder als je kijkt. <laughs> Oké, okay, wij. Uh, wat ik daar nog even uit wil halen uh, is wat ik een mooie vond: de tweede pijl van feedback. Ja. Zo open, gooi ik hem eventjes bij jou. Ja, erin. Die, het is wel leuk dat je die ook ja, aanhaalt. Man, die, dat, ja. dat, um, de, de tweede pijl, die kan je, die kan je bukken. Ja, oké, okay, dus, dus we beginnen eerst even met de eerste pijl. Dus feedback, ik zeg, uh, ja, Jeroen, uh, toch jammer. <laughs> ik moet even iets verdienen. Ja, de zin niets. maar dat je gewoon, je ja. bent een eikel. Ja. 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 En dat ik denk, zo, dat zegt hij gewoon even hier open en neer, die komt er, komt er even binnen. Uh, en dan kan ik daar van alles van gaan vinden. Dat wordt een verhaal. Hè? Iemand zegt, je bent, of je partner zegt, je doet nooit iets. Of, of je werkgever zegt, ja sorry, dit is kutwerk. Laat of, of, ja. ik een ander ja. woord gebruiken, dit ja. is gewoon slecht werk. Ja. Um, en het raakt je, want je denkt, dit is niet waar, of die heb ik een eigen beeld van. En je hebt een emotie, en die emotie is waar, want dat is jou, jouw verhaal. Um, maar hoe en in hoeverre uh, beheerst wordt dit dan jouw, uh, word je overgenomen door dat verhaal? Daar gaat het om. Ja, want uh, feitelijk gezien zegt het vooral iets over degene die het zegt. He, dat, moet je, dat is toch wat je wil zeggen? Dat... Nou, eigenlijk gaat het om jezelf. Want in principe... Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En dan heb je weer die principes ja. van de seven habits of highly effective people. In principe mag iedereen alles zeggen. Hè? Die, die in, ja. Dat voorbeeld wat, wat Kofi aanhaalt toen hij in de gevangenschap zat. Dat hij nog steeds zijn waardigheid behield. Ja. Uh, dat jij zelf bepaalt of het binnenkomt of niet. Dus als jij zou Precies. zeggen, ik vind, je een, hè, ik vind je een vervelende vent. Dan zou... Als ik het emotieloos ontvang, dan zeg ik, wat maakt dat je dat zegt? Ja. Ja. En dan zit er totaal geen emotie, nee. ik ben gewoon open en nieuwsgierig. Ja. Maar als het mij raakt, dan word ik verdrietig. Precies. Ik sla dicht, ik ja. denk, hoe kan hij dit nou zeggen? Ja. En dat is die tweede pijl. Wat doe ik, wat kies ik? Want ik heb een keuze. Ja. En Richard Davidson heeft dit heel mooi on onderzocht. Binnen, nou dan weet ik niet precies of het zeven seconden is, maar laten we het vijf seconden noemen. Binnen vijf seconden heb ik de mogelijkheid om uh, te kiezen wat daar in mijn limbische brein gebeurt. Als er een trauma op zit, niet, dan, dan, word je, dan ga je meteen op de automatisch, automatische piloot. Ja, uh. Maar als er geen trauma op zit, heb ik een keuze of ik daar iets mee doe. Ja, en dan, dat verrijkt je leven zo enorm dat je niet meer overgenomen wordt door die basale emoties. En uh, dan krijg je het over reflecterend hmm. vermogen. Maar dat is die tweede pijl. Ja, fascinerend. Wat zou er nu met je gebeuren, denk je, als je honderd dagen uh, plat moet? Mag ik dan nog kiezen onder welke omstandigheden? Nee, nah, het is niet fijn, natuurlijk, want uh, anders is het <laughs> gewoon relaxed. Nee, oké, okay, oké, okay, uh, je breekt opnieuw je rug. Ja, mij stilzetten, dat is. Uh, wauw. Ik. ik ik denk dat ik, dat ik het nog steeds even intens vind. Ja, okay. Dat je stilgezet wordt. Ik kan wel... Ja, maar toch, ik, geloof, ik vind het mooi dat je het zegt... om uh, niet een mooi verhaal van te maken. Maar ik denk in die end... dat je op dag twee of drie ligt te en denkt... wauw, uh, wat een geschenk. En ik kan niet anders dan me hier aan overgeven. En uh, nou, denk ik. Zoals jij nu op mij overkomt. Maar ik hoop dat we het nooit gaan weten. Nou, je krijgt wel dat, dat. Mensen gaan dan zo'n zo v ja. volgen. Om, om ja. echt stil heb je het te worden. Ja, acht, ja. Oh, acht dagen lekker dan Een driehoekje worden. Zo. Man. <laughs> heb, je, heb je het ook gedaan? Ja, ik heb het ook gedaan. En dat is wel een van uh, nou, de meest heftige dingen die ik in mijn ja. leven gedaan heb eigenlijk. En ook precies heel erg wat jij net zegt. Eigenlijk met die pijl moest ik er nog aan denken. Uh, nou, ik heb dit wel eens vaker verteld, omdat ik gewoon allemaal aannames ging hebben over de persoon naast me, van ik niet eens wist hoe die eruit zag, want ik keek hem niet aan. Maar ik werd boos en ik werd verdrietig en allemaal dingen. En, en, en ik had, het was allemaal in mijn hoofd. Dus ja, dat heeft me veel gebracht over hoe je, nou ja, hoe je jezelf gek kan maken, of juist positief gewoon het ook kan bekijken. Ja. Oh, mooi dat je het gedaan had. Ja, ja. ja. Er zijn ook mensen die gewoon na dag twee weggaan. Ja, ja. ja, ja. De... Nou, ik moet eerlijk zeggen, een, een vriend van mij, dat is dan weer echt een, een soort strebertje en, en daarom vind ik het ook leuk uh, en is het ook een vriend van mij zou je kunnen zeggen, maar die heeft het dus net even iets te vaak gedaan. <laughs> en die, nou, die de laatste keer, nou ja, en dat uh, wil ik niet die vier passen aan de schuld geven, maar dat heeft hem geen goed gedaan en ik denk ook gast. En nu zat hij laatst weer een Kookroo aflevering te luisteren en toen zei hij. Ja, ja, zal ik dat gaan doen? En ik zei tegen hem, jij moet even helemaal niks meer gaan doen. Jij moet gewoon lekker met dieren gaan werken of de natuur in. Jij sprak hem echt letterlijk even aan. Hè? Ja. ja, omdat ik wel voelde van ja, dan wordt, dan wordt en dat, ik weet niet of jij het herkent, dat zeg ik puur voor mezelf. Dan wordt al die methodes en al die dingen, ja het is leuk en nieuwsgierigheid top, maar het moet niet je houvast zijn voor het leven. En dat is... nou, Oké, okay, dan maak ik hem even af. Dat is wat mij gebeurde naar de Vipassana... heb ik mijn huidige vrouw en moeder... van Josephine leren kennen. Uh, en dat was alleen maar omdat ik goed open stond... en de verbinding aan durfde te gaan eigenlijk. En dat is de vrouw die tegen mij zei... leuk dat je er zoveel over aan het lullen bent... maar ga je ook nog leven? Ja. Wauw. Dat is top. Wat dat leuk. is denk ik een beetje... tenminste, daar vul ik heel erg in... hoe jouw huidige partner... Het, hè, toen je inmiddels de Stars was geworden, uh. <laughs> ik ben nu inmiddels ook alweer wat geciviliseerd. Ja. Hoor, maar. <laughs> nou, hoe ben je haar tegen het lijden? Dat vind ik dan even nieuwsgierig. Ik, uh, uh, had, uh, ik kende haar al uh, van een, uh, vanuit de, de corporate wereld. Ja, dat okay. was ze uh, dus de vrouw van een, een collega. Dus toen was het gewoon: okay. maar, uh, ja, wij, vinden, uh, wij vinden elkaar aardig, maar ja. onze levens uh, uh, gaan nu een ander pad. En ik heb haar toen ik met mijn, uh, uh, de moeder van mijn kinderen uit elkaar ging, heb ik haar wel opgezocht. Ik dacht, jij bent wel de eerste waar ik uh, okay, een mee wil so drinken. Oké, is allemaal in jou. Oké, leuk. Leuk. Um. En dat is eigenlijk nog wel heel grappig, want wij stonden op een feest in Scheveningen. Dat was, toen was het uh, 2000, was het volgens mij de Sky The Limit. Uh, dus wel helemaal afgehuurd, zo'n strandtent. Yeah. En iedereen was laveloos. En, ja. Hang niet zo alcohol. Ik, dus, dus, ik, dus ik stond daar met mijn spaatje rood. En zij ook. Dus ja. leuk. Dus daar is het soort van: oh, wat leuk dat jij ook. Uh, yeah. En toen uh, zei ze tien jaar later: ja, gast. Ik zat in een antibiotica -kuur. <laughs> <laughs> Ik had daar het liefst. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> oh, wat mooi. Oh. Hoe ben je daar verder in, ook als het gaat over middelen, dan moet ik even niet alcohol, of maar, maar, maar dingen als ayahuasca en zo. Is dat iets wat nou ja, in jouw nieuwsgierigheid van alle dingen ook getrokken heeft, of juist niet? Dat is heel grappig, want ik, ik, ik las last toen ik een beetje aan het voorbereiden was van dit gesprek dat ja. jij ook een keer uh, gewoon drugs hebt. Uh, ja. Kun ik, ik je vervelend in het Ik Denk wat gaaf dat je dat. Uh, eigenlijk is dat dat je die kwetsbaarheid durft uh, te tonen. Vond ik echt fantastisch. Uh, um, wat vind ik van ayahuasca? Ja, eigenlijk als ik hem spiritueel benader. Uh, en dat is denk ik ook wel een mooi cadeau wat ik van de tijd dat ik met, veel met Wim Hof optrok. Wim yeah. Hof zei van, jongen, haal het uit je eigen lichaam. Yeah. En, en zo so zit ik... High I on your own supply, yeah. zoals hij dat En, ja. en, en uh, hij, Wim vond daar altijd wel iets van. Hij zei, dit, waarom zoek je dat op? En je haalde jouw vriend aan met, met Vipassana. Yeah. Maar ik ken mensen die zes keer een ayahuasca doen. Yeah. En dan denk ik, waar heb je na nou die eerste keer yeah. niet gevonden nee, dat je het nog zes maar, keer uh, ja, moet maar. doen? Alhoewel het wel, maar heb je het ooit gedaan? Nee, nee omdat okay. het mij niet roept. Nee, okay, ik heb wel uh, geëxperimenteerd met, met andere ja, ja, dingen. dingen. Ja, okay. ja okay. en, ja. en de, mijn meest mindful-ervaring uh, is ooit geweest uh, paddenstoelen. Dat ik gewoon vier uur lang naar na een suf bloemstuk heb zitten kijken. Daar heb ik heel veel van geleerd: van, oké, okay, dit is. Maar inmiddels kan ik dit ook zonder. Ja. Zonde. Ja, en, ja, en die vind ik dan veel uh, waardevoller. Ja. ja. Even kijken, willen we nog iets over wij? Nou, ik had een kleine noot, maar dat zeg ik meer namens Tabe, die hier ooit zat. Uh, dat gaat over oxytocine. Uh, he, nou, daar is hier weer Ruud van Big Border, bekend van het knuffelhormoon. Maar wat ik, nou ja, ik weet niet hoe ik ik wil, ik wil helemaal niet terecht wijzen, of maar het is meer, ik vond dit een inzicht en ook wel een beetje huh? dat oxytocine dus ook vrijkomt met helemaal niet zulke leuke dingen. He, dus als. Uh, ja. Dus het gaat heel erg over het wij. Maar er zijn bijvoorbeeld heel veel. Nou, dat heb je in corona veel gezien. Mensen die elkaar vinden in de strijd tegen de overheid. Of, nou ja, dat is ook allemaal oxytocine. Dus het is meer. Oh ja, dat, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Bij een groep connectie vinden. En die, die groep kan dan echt gewoon de meest haatdragende groep ever zijn. Dan krijg je dus ook oxytocine. En daar vind je iets van. Nee, daar vind ik niks van. Maar <laughs> ik, ik las het bij jou. Maar goed, het is een boek uit 2018. Uh, heel erg nog van. Oh ja, leuk. Als je huisdieren hebt, krijg je ook En het is allemaal waar. Maar dat het een keerzijde heeft van Ook een andere zijde. Ja, dat door, vond, ja. ik, vond ik zelf. Nou ja, niet, ik wil Luguur is niet het woord. Maar ik vond het wel dat ik dacht: van, oh ja. Nou ja, dat heel veel dingen uit angst. Ook dus weer nou, vooral een snak naar liefde zijn. Maar dat, het, uh, dat nou, ik vond het zelf. Ik wist niet of je het wist. Ik vond het zelf. Nee, ik, wist, ik, wist, nee. ik, zit er, ik zit er ook uh, over te processen. Of, of ik dat dan. Het maakt ook vind. niet zoveel uit. Ja. Nee, het maakt niet zoveel uit. Nee. Het is ook niet vervelend. Het is, het is eigenlijk heel logisch. Het geeft alleen maar weer aan. Eigenlijk is het koren op de molen van. wat je zegt over die blue zones. Wij willen gewoon connectie. En. 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 en uh, ja, ik zou bijna zeggen. Het maakt niet uit hoe slecht het is. Uh, ook dat is connectie. Nee, dus het is, ik, ik heb dat boek... Heb je, heb je ooit het boek van uh, de sapiens gelezen? Van ja, die, ja, ja, uh, precies. Wow, ja, precies. Wauw. Ja, nee, echt crazy. Een, uh, crazy. Ja, crazy. dat hij zegt van... Tussen de mens en de aap hebben wij gewoon allemaal uitgeroeid. Omdat wij imagineer kunnen connecten. Ja, en, ja, ja, en, en Rodden ook, hè. Roddel ook ja, was ja, een hele belangrijke ja, kracht. Ja, we ja. zijn eigenlijk helemaal niet zo aardig. Uh, nee, als, uh, maar goed, dat heeft ons wel heel groot gemaakt. Zelfs ja, ook. Ja. <laughs> <laughs> en zo, mensen die met koekeroe connecten... Dat, dat zijn ook like-minded mensen. Exact, Exact. Dus, dus als wij hier nu zorgen, ben ik er nou aan het omdenken. Waar nou, ja. wij die oxytocine verspreiden, te gek toch? Helemaal te gek, nee, absoluut. Absoluut. Uh, laten we maar naar de donderdag gaan, al gaan we daar het minste over zeggen. Want dat is eten en dat is, uh, nou ja, ook altijd wel gevoelig. Hoe zeg je dat? Ja, dat zijn per religies mens van mensen. Ja, dat, ja. Nou ja, precies. Moet ik Janneke van Meulen moet ik uh, uh, de glycemische index, moet ik uh, uh, eten is winnen. Precies moet ik, dit. Ja. Okay. Koolhydraten, keto, ja. high carb, low, low carb, high fat. Wat moet ik doen? Moet ik, moet ik carnivore dieet? Ja, ik, ik, ik zou het je niet kunnen vertellen. Mooi, nou dan hebben we het eten gehad. Uh, dat is de donderdag. Of wil je er nog even, wel een soort. Ja, je bent in ieder geval groot voorstander, begrijp ik. Dat heb je al een paar keer gezegd. Van het vaste. Ja. Het intermittent. Ja. Uh, en het bewust. En, en dat challenge ik mezelf iedere dag nog. Dat ik, uh, al is het maar één hap, een keer twintig keer kou. Ja, oh, fantastisch. Die vertraging daarin. Oh, brengen. wat goed dat je dat kan. Ik uh, had recent ook iemand en die. Ja, toen dus zat ik mee in een Reiki-cursus en die vertelde dat. En die zei ook, en toen dacht ik, wauw. Hij zegt, ja, ik ben het ook gewoon zo gewend, omdat alles in die end dan hetzelfde is. Een soort, ja, ja ik vond het heel goor. En ik heb het die middag wel even één keer gedaan. Toen dacht ik, oh, dan is alles zo'n soort vage puree geworden. Maar ja, er zit wel veel. Maar jij doet het één keer per dag, je doet het niet altijd. Ik doe het niet altijd. Nee, And, uh, uh... Ik eet veel te snel namelijk. Ja, okay. dat, intermittent Fasten brengt dat ook wel een beetje met zich mee. Dat als je helemaal mag, dat je gelijk gaat, bedoel je? Ja. Ja, 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 dat is precies wat er bij mij en mijn partner, die ja. heeft een, uh, uh, een heel lang verleden met eet, eetstoornissen, ja, ja, ja. dus daar zou ze zo training in kunnen geven. En dat is dan controle krijgen op voeding, hè? dat is ja. dan de, de onderliggende, ze zegt je hebt eenzelfde soort probleem. Uh, en inmiddels moet ik er een soort van gelijk ja, geven. Ik denk dat we allemaal <laughs> al een eetstoornis hebben, om eerlijk te zijn. Het ja. is allemaal zo. Uh... Hmm. Oké. Okay. Uh, vrijdag is fit Is misschien ook iets. Uh... Nou. Ja, dat gaat er ook gewoon vooral over bewegen en trainen. Nou, het viel me nog op. Ik dacht toch eigenlijk, die komt op zijn blote voeten binnen. Uh, maar dat valt mee. Of, nou ja, nou, in muziek... de zomer had dat zomaar gekund. Ja, ja, oké. Okay. Ja ja, ik vind het wel echt lekker, maar ik vind het wel gelijk. Dat is een beetje waar ik dan, ja, ik, ik denk dat we gelijk, Oh, dat vinden mensen dat weer gelijk zo'n statement en zo'n ding, en dan moet ik daar Is over. ook 100 procent zo. Ja. Dus ik hou daar ook wel rekening mee als ik uh, voor een groep mensen sta die die, ja, die die eigenlijk nog niet in, in, in een nee. een in een bepaalde uh, gedachtegang kunnen zitten over over. Uh, uh, wat schoenen brengt of niet brengt, dan uh, doe ik gewoon net. net uh... Ja, en nu heb je wel, hoe noem, hoe noem je dat? Een soort. vijf vingers. Ja, ja dus... waardoor je tenen wel eigenlijk een soort blote voeten met rommeljosseltje. Ja, klopt. Dat is ja. een maatschappelijk verantwoorden. Ja, daar uh, ja. ben ik dan ook heel blij om als ik kom hier uh, een beetje zonnen aan en ja. dan regent het, en dan denk ik ja. Toch lekker, ja. Toch lekker dat ik dit aan heb. Ja. ja. Uh, wil je nog iets verder zeggen over fit? Het is een heel groot onderwerp, namelijk ook. Hè? Nou, dat is. Ik ben met een, 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 een techniek bezig of een, een, een programma, een lifestyle-programma. Oh, ja. jij, jij gaat juist weer een beetje deze kant op ook. Ja, oké. Okay. ik heb gekeken naar. Uh, ik heb heel veel mensen ook geholpen met, met uh, gewicht. En, en ik, ik zag op een gegeven moment, en, en dat uh, wilde ik dan nog kort uh, over voeding zeggen. Ja. Er is uh, geen enkel dieet dat uh, werkt. Nee. Uh, dus daar gooi ik even een bam. Uh, ja. bam. Ja. Um, het enige wat werkt, is je levensstijl aanpassen. En dat, um, Ik heb de laatste paar jaar gespendeerd om te kijken van... Hoe kan ik mijn metabolisme beïnvloeden? Hoe kan ik uh, mijn metabolisme, die uiteindelijk mijn stofwisseling is... Ja. en uiteindelijk zit daar ja. een verband Hoe kan ik daar slim... Um, met ook een paar biohacks hoe kan ik dat ja. beïnvloeden? Daar zit de ademhaling heeft er ongetwijfeld weer... heeft daar een rol in ja. mindset vanuit ja. hypnose eigenlijk ja. de virtuele maagband heeft daar een rol en en zo heb ik overal gekeken maar ook bijvoorbeeld zoals wij nu zitten en wat jij slim eigenlijk onbewust doet dat je af en toe een beetje beweegt maar jij denkt misschien ook ik moet mijn dochter ophalen nee 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 nee, 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 nee maar, maar dit... ik, moet wel, ik moet weer plassen oh, maar dit bewegen dit, ja. uh, dit, onze metabolisme zakt nu 80 ingezakt. Omdat we zo lang zitten. Omdat we zo lang ja, zitten. Ja, ja. Dus dat blijven bewegen ja. is zo ontzettend belangrijk. Dus als je kijkt naar dat hoofdstuk fit, dan uh, zouden we eigenlijk moeten staan hier. Ik ga gelijk even plassen. Ja, top. Ja, dan gaat je metabolisme ja. meteen weer omhoog. Ja, want dit is eigenlijk iets, Jerome. Dit gaan wij voor een ander moment eigenlijk uh, gaan we hier verder op uh, door. Want dit is een beetje Waar jij met je toekomst van Be Mind even nu de focus op hebt. Je hebt je, dus je eigen ademhalingsmethode, maar dit gaat veel meer ook richting fitheid. Misschien het eten ook erbij. Ja, uh, ja oké, okay. leuk. Hoe kan je eigenlijk het lichaam, het metabolisme eigenlijk uh, weer helemaal in balans brengen? Dit is een beetje denk je slank? Nou ja, zo, het is een onderdeel daarvan. Ja. Ik heb een, een training of een opleiding gevolgd in. Uh, uh, hoe kan je de mind eigenlijk uh, je, je, je metabolisme laten helpen? Fantastisch. Ja, ik en dat er, kan? Ja, dat kan absoluut. Zo, uh, ja. Ja, oké, okay, top. Uh, dan komen we hierop terug. Laten we dat bij leuk, deze leuk. Uh, in, ja. in de wereld zetten. Uh, dan is het zaterdag, is uitdag. Nou, dit is een beetje waar we ook het gesprek mee begonnen. Met, met, met jouw zoons. En wij allemaal in deze gekke wereld. Uh, toch? De, de, ja. Ik heb mijn zo en zijn slimme slimme jongens. Ze uh, zijn allebei op het VWO begonnen, eentje is inmiddels wat teruggezakt, maar <laughs> gewoon slimme slimme ja. jongens. Ja. En ik zei: jullie moeten niet heel veel van, veel van papa. Ik wil ook dat jullie zelf de wereld ontdekken. Maar dit moeten jullie van mij. Ga je zitten. Uh, ze waren toen 13 en 14. Jullie moeten het social dilemma kijken. Moeten jullie gewoon zien. Ja. Gewoon, sorry, ja. geen. Nee, die moet je gewoon. Zien. <laughs> ja. Ze, hadden, ze hebben dat gekeken. Ja. Want dit gaat ja. over, dat, ja, over, dat. over dit. Ja. En ik zei: En jongens, heel hoopvol, keek ik ze aan en ze zeiden: ja, dat weten we lang. Terwijl ze de mobiel aan het. En dan de gingen lang. ze gewoon ja, door. Ja, ja, ik denk ja. oké. Okay dit vind ik een hele lastige <laughs> ja jij had dat het een soort eye opener was waarbij ze de mobiele ja de zo van oké okay, wij zijn ons bewust van ja. uh, dit wordt ons aangeboden en we ja. krijgen nog we, uh, we ah. zitten in de funnel van ja. de de slimme media grote bedrijven die eigenlijk maar één doel hebben hoe kan ik jou ja. hoekt maken ja. aan dat scherm ja. hoe kan ik je hoekt maken ik kijk op Netflix de, ...is hij bijna ten einde. Ik denk eigenlijk is het een goed moment om te gaan slapen. Ik denk oh, daar komt Oh, dat is leuk. Die wil ik eigenlijk ook nog wel kijken. Alles ja. is een flipperkast, hè? Ja, alles. Of een, een gokkast eigenlijk, ja. Maar, uh, want dat is mooi en dat is nou ja, goed om af en toe te beseffen... ...maar dan is daar inderdaad de realiteit. Hoe, hoe doe je dat zelf? Ik ben daar heel bewust mee bezig. Ja. Maar ik vind hem super lastig. Ja, ik ook. Okay. Want ik, uh, soms lukt het me, dan kijk ik gewoon een paar weken geen tv... Uh, dan ben ik daar ook creatief in, dus dan zoek ik echt bewust wat meer mijn vrienden op, maak afspraken of ga een keer naar de stad in of ik ga met uh, uh, een keer wandelen. Uh, maar soms denk ik: ah, wat jij zegt van als ik die, die koude douche skip, want dan ben ik lief voor mezelf en ik skip, en denk ik ben lief voor mezelf, ik ga gewoon lekker even uitzoomen. Yeah. En ik had laatst een crisis op mijn werk en toen dacht ik: ik ben zo blij dat ik even kan uitzoomen, yeah. omdat ik niet het, het, uh, geen, uh, ja. in, in meditatie moet zoeken, dat ik het gewoon even van buiten uh, en dan, uh, ja, dan ben ik ook even uitgecheckt. Ja. Uh, ik en wil dat e is een lastige. Ja. FOMO, missing of fair out, inmiddels lees ik geen nieuws nu.nl, nee, helemaal niks meer. Ja. Op mijn telefoon heb ik alle uh, plinks uitgezet, ik gebruik voor mijn uh, familie een aparte app en WhatsApp doe ik paal zelf wanneer ik uh, naar alle berichtjes kijk. In, uh, nou ja, ik ga het gewoon een klassieker noemen, maar dat is meer omdat het een oud boek is. Uh, maar de, ja, het mogen duidelijk zijn, het, het geeft al heel veel houvast deze week. Daar uh, doe jij bij uit, hè, de zaterdag dus, uh, de oefening Palmeren. Ik ken er hem niet. Uh, is dit iets wat we even, wat je kan uitleggen? Ja, dat kan. Ja. Um, naarmate we ouder worden, gaan die oogspieren, die worden. Uh, die verlengen. Uh, dus eigenlijk worden je, je ogen lui. Ja. Um, wordt niet geholpen als je de hele dag naar een scherm kijkt. Dan zou je ook s'avonds merken als je een bril hebt. Uh, dat je zelfs dan wazig ziet. Of als je geen bril hebt. En bijvoorbeeld ik herken het bij mezelf. Uh, dan zijn ze te eenzijdig gebruikt. Je ogen zijn eigenlijk. Uh, ja. Gedesigned om dichtbij, ver af. Ja. Continu. Ja. Focuseren en als we te uh, de pearl vision, hè, dus je krijgt eigenlijk dit ja. je, je mist, eigenlijk de dynamiek uh, van je ogen en dat kan je compenseren door simpele oefening. Dus als je je handpalmen uh, op je ogen legt en uh, je aandacht brengt naar, naar het zwart dat je ziet, dat is een hele simpele oefening die je kan doen, of dat je je ogen dicht doet en dat je uh, je handen zo. Beweegt. Zo kras. Ja, want uiteindelijk blijven je, je ogen gewoon bewegen. Maar ja, door ja, ja. dit te doen. en dat een tijdje te oefenen. dus dat gewoon een paar minuten te doen. dan merk je op een gegeven moment. hé, hey, ik kan weer uh, meer, meer zien. Uh, Dr. Bates heeft hier allemaal mooie boeken over geschreven. Er zijn oh. mensen die zeggen. ja, het is, het is bullshit. Maar. Tuurlijk. <laughs> ja. je kan die ogen gewoon trainen. Ja. Je kan die spieren weer wat korter ja. maken. en dan. Uh, kan je wel beter focussen. Is het dan puur, zeg maar, even de ogen? Of zit daar ook wel weer een stukje mind, en geestelijke uh, ding achter? Zou zomaar, <laughs> Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Kijk, uiteindelijk ja. is, is uh, Joe Dispenza, het placebo is 63% van de genezing. Exact. En, en dat, is, dat, dat staat in dat hoofdstuk 1, dat uh, counterclockwise experiment. Ja. Dat mensen na vijf dagen uh, het beleving hadden van. van toen ik vitaal was, voelde ik me zo en praatte ik zo en las ik zo en deed ik dit. Uh, dus die, die in, die in die ruimte zaten die na vijf dagen allemaal significant gemeten met medische uh, bloeddruk en, en dat ja. ze gewoon vitaler waren. Dus dat het lichaam eigenlijk en dat app dan weer weg. Ja. Maar als ik dat dus met een hypnose of met een priming. of vanuit ja. mijn community of vanuit mijn koekoeroe podcast. die ik continu luister. ik denk: oh ja, er is meer. of er is nog hoop. of zie of je nou er. wel? Dan, dan is het er. Ja, maar zo is dit is het. Dit, ja. Um, wat me ook een beetje. brengt bij de zondag. die tamelijk overzichtelijk is. dat is gewoon. just do it. Ja, maar hoe. Lukt ja? het jou altijd om in die do-energie te komen? Mm, nou, nu begin ik te twijfelen, omdat je het zo zegt. Maar uh, ja, nou goed. Het gevaar zit er een beetje in. Dat is waarom ik Floor uh, mijn vrouw aanhaalde. Uh, dat je gewoon alleen maar uh, blijft slurpen en het niet doet. Dat is misschien wel. Uh, ja, dus daarom was ik heel blij met haar, die, dat ik dacht: ja, het is tijd om te leven. Nou. Is het eigenlijk flauw dat ik jou die vraag stel? Want je hebt al, al heel veel gemanifesteerd. Uh, dus dat is misschien juist... Nee, ja, nee helemaal niet. Ja. Ja. Maar heel veel mensen kunnen niet... Mijn partner... Ja. Uh, die kan de meest waanzinnige dingen in haar hoofd bedenken. Kan ik er maar gefascineerd ja. naar kijken. Maar het is never gonna happen. En, en, en uh, waar ligt dat dan aan? Is dat te veel controle willen hebben? Of moet het in één keer goed in plaats van dat je gewoon begint? Of wat... Een combinatie ja. en alles ertussen. Ja. Nou, dat vind ik wel echt, daar hoop ik echt, Jozefine, voor te waken. En dat zal jij met Liv hebben dan ook. Dat je dat gewoon doet. Weet je, het hoeft niet af te zijn. En als ik dan zie, dat gaat dan nu even over seks, maar dat dat allemaal, ja, het is allemaal zo groot geworden. Door, nou ja, waar we het over de zaterdag hadden, door, door de social media en zo. Van het moet perfect of ja. niet. Ja. ja Gezelijk. Ik heb laatst had ik een, 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 een klant die daar stonden de tanden scheef. Weet je wat ik dacht? Hé, hey, die vent is authentiek. Gewoon iedereen heeft een beugel. Ja, ja, ja. Alles ziet ja, ja, er bij mij perf al snap, hoor, ja. perfect ja. uit. Ja. Dan denk ik: oké, okay, dat is dus. Dat is het nieuwe. We nieuw, ja. moeten er perfect ja. uitzien. Er mag ja. geen oneffenheid Weet. meer zijn. Ehm. Nee. Um, nou, één ding nog even. Ik noemde net het woord seks. En jij noemde het woord al gelijk in het begin. Toen dacht ik, ik ga niet deze afslag nemen. Maar omdat we toch gaan afsluiten, uiteindelijk. met de ademhaling. En dan kom je weer op het pyreneum, Toen noemde jij Tantra. Wat is daar jouw, als je dat wilt delen. jouw ervaring mee? Ben je daar ook zo ingedoken. als uh, nou ja, de rest van al die trainingen en toestanden? Dat niet. Omdat ik. Ik, ik wil daar geen uh, solistische... Uh, uh, nee, okay. Ik vind dat dan mooi om met een partner ja, uh, te ja. doen. Uh, mijn, mijn huidige partner staat, staat daar wel voor, voor open. Maar die zegt, ja, dan, ik heb de eerste vier jaar zijn tropenjaren ja. geweest. Ja. Uh, begint nu pas wat dan uh, ga je minder werken. Uh, ruimte te komen. Uh, ze, ze wil geen dingen in, in groepen. Dat nee, vindt ze dan... snap uh, ik helemaal. Uh, dus ze zegt, van, als we dit doen, dan is dat... Um, dus ik heb het nog niet, ik, nee. heb, ik, ik geef het de tijd, ja. maar ik vind het waanzinnig interessant. En dat heb ik precies, nou oké, okay, dat is precies. Dit. <laughs> en ik moet zeggen, dit is way back naar ongeveer de eerste aflevering van uh, Koekeroe. Uh, toen ik erachter kwam dat er verschil zat in klaarkomen, of een orgasme dus, en ejaculeren, wat voor mij gewoon ongeveer, uh, ja, dat is gewoon hetzelfde bijna, synoniem, wat dat dus niet is. Wow. Maar ik zie... Uh, ik vond ik, 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 het ah, grappig dat je... Want dat is ook wel werken met energie. Ja. 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 Mooi. Ja. Het past wel bij hoofdstuk doen. Ja. Dat je... Ja. Uh, ja. Ja. Um, ja, ik wil hem voor nu afsluiten, Jeroen. Uh, gewoon ook omdat ik uh, heel veel vragen nog heb. En ik aan alles voel dat wij uh, hopelijk nog vaker in elkaars leven gaan zijn met... Nou ja, be mind in koekoer. Um, Zal me deugd doen. Uh, ja. En ik zit even te denken: ja, ik denk dat ik nu toch. En dan gaan we dan. Sluiten we echt af met de ademhalingsoefening. Want dat is namelijk ook wel fijn. Dan kunnen mensen in de auto hem gewoon stopzetten. Want die moeten dat niet doen. Want dat kan allemaal niet. Maar dan ga ik toch even naar uh, de dood. Um, 120 jaar ga jij worden. Toch? Ja, absoluut. Absoluut ja. Ja, tuurlijk. Dat is waar we het net over hebben. Precies. Oké. Okay. <laughs> uh, maar ben je dan op een gegeven moment ben je dan toch 120? Ben je bang voor de dood? Nee. 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 Dat is, uh, um, dat is misschien ook, soms voelt het bijna griezelig dat ik dat zo uitspreek. Nou ja, goed. Als je 12 bent uh, terwijl je vader overlijdt, dan ben je in ieder geval je hele leven lang bewust van het feit dat dat gaat gebeuren. Nou, bij twaalf zijn mijn ouders gescheiden, oh, ja, ja, maar zo, hij is wel, uh, is wel uh, ja, te vroeg, we veel te vroeg uh, okay. uh, ja. gegaan. Um, nou, ik heb heel lang het gevoel gehad van ik, ik, ik moet hier in dit leven iets manifesteren. En, en dat gevoel heb ik nu op, weer op een andere manier. Ik ga van Eindhoven de, de blauwe zone van Nederland maken... Dat is mijn missie. Dat gaat ook gebeuren. Ja, okay. dat ik, ga, ik stop pas als dat gebeurd is. Eindtafel ook. Dus. Toch een soort lichtstad. <laughs> zoals die gelijk blauw licht zie ik nu voor me. Maar goed, dat is niet wat je bedoelt. Nou, dat daar een, een bewustzijn in die stad komt van... wij willen het hier anders doen. Wij willen een statement maken. Uh, en dus, uh, ja, daar ben ik de rest van mijn leven nog mee bezig. Maar misschien zitten we over vijf jaar bij elkaar... en dan denk ik, nou, wauw, daar heb je... Ja. Uh, waanzinnig dit. Um, maar ik... Maar het ja. geeft je een soort drive, begrijp ik dat? Het geeft me de drive. Ja. En, en, en daar zit dan het spanningsveld van: ik wil nog niet dood. Nee. En natuurlijk heb ik mijn kinderen. Ik wil er voor mijn dochter zijn. Ja. En uh, mijn vrouw wil heel graag een testament. Uh, ja, dat stel dat ik nu onderuit ja, ja, ja. ga... Ja. en dan zegt ze, ja, en ja. dan? Want dan heb je een bedrijf en... en dus, weet je wel, de auto is, is roerloos. En dan denk ik, op het moment dat ik een testament maak... Is een soort van... Nou, dit is echt, dit is zo gek dat je dit zegt, Jerome. Dit is echt gisteravond hier thuis op de bank... en Floor zegt tegen mij en ik heb het er niet gezegd want ik dacht alleen maar ja het is vanuit liefde dat jij het zegt van ja je moet me daar toch eens een keer je moet dat toch eens een keer op papier schrijven moet je echt doen hè en ik denk dus dit wat jij nu aan het zeggen bent zo van ja ik ben gek ik ga ik heb want ja ergens manifesteer ik het dan ook ik heb maar ja ik voelde wel aan haar dat ik dat ik dacht ja ik snap waarom je het zegt en ik vond het ook eigenlijk mooi en ik riep er wat dingen over maar ja ik snap helemaal wat je zegt oh, nou daar daar zit ik dus ja, ja. maar wat uh, denk maar, je dat? Ja, sorry. Maar voor de rest heb ik daar geen kramp. Nee. Want ik vind eigenlijk uh, dat we daar met z'n allen veel te spassen over doen. Ja. Hè, dus, en, en, dan zou je zeggen: je ja, bent een vent en dan, dan kan je het ook op papier zetten. Maar goed, dat, dat, dat stukje mag ik nog even uh, voor mezelf doorwerken. Maar het is het onderdeel van het leven. En. en uh, dan moet ik heel voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar dit heb ik een paar jaar geleden in alle malaise waar we met de hele maatschappij even in zaten, hè, de kramp. Heb ik ook gedacht van, wat maakt dat dit geen, dat we het niet over de dood kunnen hebben? Wat maakt dat hier zo'n enorm... Ja, mooi. mooi, mooi, mooi. Ja, jongen. Nou, wat is wat? wat? Nou, de, 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 de. Um. Dat is, angst. Ja. dat is angst. Dat is de angst. Dikke, ja. vette angst, want ja. we hebben, ja. uh, hebben te veel te verliezen met z'n ja. allen. En wat denk je dat er gebeurt als je 120 bent en je doodgaat? Een leuke vraag. En als er is niks gebeurt. Nee, dat kan. Dat is een. Uh, ja. Ik. Um, Dingen die in mij opkomen, een stukje Hinduïsme, hè, waar ze zeggen: van als je een goed mens bent geweest, dan uh, heb je daar profijt van. Dat is een stukje uh, reïncarnatie wat er ja. in mij opkomt. Dat ik denk: van uh, ik geloof in de energie, dus ik geloof ook dat het uh, niet ophoudt. Nee, ik, niet ik hang niet aan de kerk, dus ik, ik weet niet in welke vorm dat zal zijn. Uh, maar mijn beleving is ook dat ik dat niet zelf. Uh, ga ervaren. Nee, niet jij, Jeroen Weer. Nee, en dus dat, dat nee. terugkijkend, daar ook niet nee. uh, het rendement van kan pakken. <laughs> nee. Dus, dus dan denk ik weer van: ja, hoe cares? Ja, nee, oké, okay, dat begrijp ik. Daar heb je op zich een punt, maar toch blijf ik het een leuke vraag zitten. Maar inderdaad, hoe cares? Dat is uh, waar. Uh, maar dan, en daar kan je hetzelfde antwoord op geven, maar ik vraag je toch dat niet te doen. Uh, hoe wil je herinnerd worden? Want ja, Jeroen Weerens verlaat die planeet, 120 jaar, of nou, whatever. En... Ja, en dat is een stuk ego wat daarop staat, maar dan zou ik het fantastisch vinden dat mensen zeggen, hij heeft wel wat bijgedragen aan, aan hoe we er nu bij zitten. En dat mag ook een stuk zijn naar de planeet, uh, dat stuk verduurzaming, ja. Oh, ja. Oh, ja. Um, dat we met z'n allen opstaan van kun, kun, wat, wat kunnen we doen om, om daar een steentje bij te dragen? En ik heb het antwoord niet, hè, maar ik denk er wel geregeld over na. Wat kan ik doen om, om mijn steentje bij te dragen om, um, om te zorgen dat, 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 uh, dat we het nog 200 jaar kunnen verlengen? Ja. Dat we niet over 50 jaar de aarde gewoon hebben opgegeten fucking mooi. Ik ben heel benieuwd of dit gesprek net zo beklijft als bij jou, als je zit te kijken of te luisteren. Laat dat achter in de reacties. En dus, wie de nieuwe L Bundy is. <laughs> <laughs> en laten wij afsluiten met daar waar we eigenlijk mee zouden beginnen, maar ik vind het wel eigenlijk veel mooier nu. Namelijk met iets wat je zeker hebt achtergelaten, dat is namelijk de B-Mind ademhalingsmethode. Leuk, like, like. dus leuk. Vind ik eigenlijk ook wel mooi, want dan ja. hebben ze tot het einde geluisterd Precies. om die... Leuk, leuk, leuk. Ietsje voor op de stoel, ja. want dat, dan kan je ook die ruimte voor die psoas uh, uh, maken. De voeten uh, ietsje naar binnen schuiven, de uh, palmen naar boven ja. en als je je stoel nog ietsje naar achter zet en nog ietsje naar voren, dan heb je ook de ruimte om te cirkelen. Ja, ja. top. En dan kan je deze cirkelbewegingen maken en dan kunnen we zo de ademhaling aan koppelen. Maar de beweging is dus dat je naar voren komt, dan ontspant je lichaam. Echt ook dat overgave gevoel? Hè? Ja. ja. En dat je, want dat is uh, James Nestor. Ja. Hey, dat is de. de en ademhaling? Ja, ja. precies. Hij heeft een mooi boek over geschreven. Ja. Het oprekken van die longblaasjes, dat is key. Dat is, hij beschrijft het als het grote geheim van ademhaling. Dus dat je direct op die longblaasjes gaat krijgen. Dus deze oefening, hij komt uit de Vijf Tibetanen. Die is goud. Ja, 5 Tibetanen. Je... Het is, staat hier nog mijn kaartje, maar dat is een. Nou ja, en die doe ik dus ochtends heel veel. Ja, Dan ja. doe mijn dochter mee, is gewoon fantastisch. Oké, okay, ja. leuk, ga ik ook doen. De borst een beetje op en heel mooi voor je nervous vagus, die ja. nek meenemen. En hier zit de Mayo Bridge, dus daar zit je fascia in je nek. Dus er zitten een aantal hele slimme dingen zitten erin. Dus je brengt hem naar achter, borst omhoog, hoofd een beetje naar achter. Als je niet gewend bent, kan het voor mensen ook even te intens zijn. Dus dan moet je gewoon jezelf even voelen wat er mogelijk is. Dus een beetje die rek op die borst. Een beetje die rek op die nek. En dan hebben we al een heel belangrijke beweging te pakken. Dan hebben we, als we weer ontspannen die handen naar voren hebben. Dan kantel je je bekken en je, en je bovenrug. Als je denkt van, wow wat is dit veel informatie. Gewoon een bananenrug. Dus dan krijgen we openen. We krijgen sluiten. En de rug En dan trek je een heel klein beetje je nek in en je plaspieren aan. Die pyreneeën. En bij deze oefening faciliteer ik mijn middenrif Bij deze oefening train ik mijn ademfrequentie. Bij deze oefening die we nu doen, ontspant mijn psoas. Dus het is eigenlijk een hele slimme oefening om geregeld even te doen. Nou, het enige wat we nu nog maar hoeven te doen is de ademhaling eraan te koppelen in door de neus, uit door de mond. Dus naar achter is in. En naar voor, uit door de mond. En dan een beetje alsof je dan een rietje uitblaast. En het puntje van je tong net achter je voortanden tegen de gehemelte. Dus dan krijg je in. Uit. En die sloten aanbrengen. In. Nou, wacht even, want de, voor de duidelijkheid, dan haal je me even, even vast, toch? Ja, we willen dat wil ik als laatste oh, sorry, stapje sorry, doen. Okay. Ik bouw maar even heel, heel oh, netjes okay. op. <laughs> okay. um, dat ongeveer. je in is altijd gelijk aan uit, is gelijk aan vast. En daar zit een hele fysiologische gedachte omheen. Mag je van nu even aannemen. Want mensen zeggen, ja, die inademing vind ik lastig. Uit en vast, dat lukt wel. Nou ja, dat is precies, want je, je, je middenriff werkt als je naar beneden gaat. Het is een peesplaat. En dat uit is alleen maar terugveren. Dus die snap ik. In ja. is veel meer werken. Ja. In is werken. Uit is gewoon terugveren. Dus dan zei ik, nee, zorg dat je de sportschool kan je die 15 kilo pakken. En pas als dat lekker gaat, dan pak je die 20. Want wat je uiteindelijk wil, is 20, 20, 20. En een van mijn trainers zit op 46, 46, 46. En <laughs> uh, al mijn klanten, en dat is in coronatijd, was dit ja. het gouden ei. Ja. Zeggen, als ik op 20, 20, 20 zit, dan heb ik nog nooit zoveel energie gehad. En ook die kan ik fysiologisch helemaal verklaren. Of helemaal onderbouwen. Ja. Voor nu gaan we gewoon naar 5-5-5. Kijk. En als je hyperventilatie hebt, dan is dat al te veel. Maar dat is even waar we uh, nu gaan zitten. Dus ja. dan krijg je in, 2, 3, 4, 5. Uit, 2, 3, 4, 5. En zachtjes vast, 4, 5. En ontspan 2 naar achter 3, 4, 5 en naar voren 2, 3, 4, 5. Zagjes aanspannen en zachtjes ontspannen in 2, 3, 4, 5. Uit 2, 3, 4, 5. Zagjes aanspannen. Zagjes ontspannen. 1, 2, 3, 4, 5. En uit. Lekker man. Goh. Ja, nou goed. Ik <laughs> vind het bijna toch jammer dat we het nu pas doen. Maar nee, het uh, was een fantastisch gesprek. En uh, ja, ik vind het machtig mooi wat je doet, Jerome. Heel veel liefde. En uh, nou, ik ben heel blij dat we... Uh, Nee, we hadden al een soort korte kennismaking. Als je naam werd veel genoemd, dan was het digitaal. Mm -hmm. Dit was toch weer de real energy. en hè? Uh, mm -hmm. Ja, mm -hmm. Fantastisch. Mm -hmm. Ja, jongens. Uh, mm -hmm. Ja, jongens. Heel welkom. Dankjewel. Ja, mm -hmm. uh, Dit was uh, Koekeroe. Je weet uh, wat je moet doen of niet. Uh, vooral lekker ademhalen. En tot de volgende. Zonnegroet. groet. Hoi.